The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welkom to de AA. Ah ah, ik ben hier aan de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zend de gsd. Naar de vijf. Ribbels of Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Hello everyone, welcome to the AA. Ik heb weer een speciale gast op bezoek. De grootste kleine man in de Belgische comedy. In 2012 haalde hij de finale van de halve finale van het Leids Kabaret Festival. Uh, won de Publieksprijs bij de Culture Comedy Award, ook bij de Hollanders, en won daarna zelfs ook Humo's Comedy Cup. Hij ziet er ook een klein beetje uit als mij als ik in het Spiegelpaleis naar mezelf kijk. William Bouva, welkom. Dankjewel, dankjewel. Zo, dat klonk hij officieel. Maar ja, dag, wel, na, is het echt? gedaan. Ja, ja. Gaat zat er al zo van? Gaat dat hier zoiets worden? Gaat hij van die <laughs> rare vragen beginnen stellen? Ik was ook aan het denken: zou jij zo de rest van mijn leven ook altijd willen voorlezen? Als ik ergens kom, zo, <laughs> voor ik binnenkom in een restaurant of zo, dat jij binnenstapt. <laughs> De man won in 2012. Humos comedy. Deze Hij is een pseudo achondroplast. Niet zomaar een dwerg, maar een pseudo dwerg, dames en heren. Want dat heb ik gelezen over. Je hebt dat ook verteld in uw show, hè, dat je een ja. pseudo achondroplast bent. Dat klopt. Wat is eigenlijk het verschil voor de mensen thuis? Uh, het verschil is well, achondroplasie is, is de benaming voor dwerggroei. Ja. En maar die hebben een hele typische look eigenlijk. Ja. Meestal je, dat zie je dan nu een hoofddoek. Okay. Ja. En alles wat daarvan afwijkt is ja. pseudo okay. uh, Dus bij mij is dat bijvoorbeeld dat zit alleen maar in mijn ledematen. Ja. Al de rest is normaal. Ja. Behalve je penis, die is ik gigantisch groot. Ik zie het jou groter. denken, Alex. <laughs> Jij ja, wordt al, ja word al aan het denken, behalve mijn penis, die is uh, buiten het normale Ik zag jou denken, is een penis een ledemaat, of niet? <laughs> Bij jou wel, William. Bij jou wel. <laughs> Dat is een voordeel van korte penis. <laughs> je moet heel veel broeken laten maken. <laughs> oh, man, het is hier ook beren warm, man. We zijn in naal nog de kloten en ja, dan moet je echt... nog beginnen. Ja, maar is gewoon het aandampen. Ik weet het, ik weet het. Ik, weet het, ik hoop dat het niet te hard opvalt op beeld. Maar we hebben er nog iets zo'n aflevering gaat, Dat iedereen zei: er komt gewoon stoom van die brilla. Dat is wel funny. Maar goed, um, waarover gaan we babbelen, man? Gaan ze, gaan ze momenteel uh, aan tour met je show, Reset? Ja, dat klopt. Nog, dat altijd? Klopt. nog, een, nog een half seizoen ga er ik ermee toeren. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe, uh, hoe dat, dat bij u begonnen is, comedy. Waar dat gij zat ik heb er eigenlijk nog nooit met u over gebabbeld. Hoe lang dat ik u al ken zo waar waar u invloeden waren wanneer dat je het gevoel had om dat te gaan doen. Wel, dat is eigenlijk uh, misschien wel relevant vooral voor u ook, Alex. Oké. Okay. Ik zijn, uh, in <laughs> de middelbare, komt mijn broer naar mij op een bepaald moment en je zegt tegen mij, oh jongen, ik heb hier iets gezien, oh hij ziet vragen, moet dat zien. Je zegt, oh dat stand-up comedy. Ik Zeg, gewoon, wat is dat dan? Dat zijn mensen die vertellen grappen op het podium. En ik zie er en ik zie. Ik echt dat ik maar een tijd gewoon verschijnt met tier 7. <laughs> ik moet dat helemaal niet zien. En die is zo, oké, okay, dat die, die wandelt weg. En zo'n paar maanden later heb ik tijdens de les Nederlands. Uh, kreeg ik les van uh, een leerkracht. en die had nog lesgegeven aan nu, blijkbaar of zo. Oké. Okay. Uh, op Sint-Lodewijk. Ja. Daar heb jij gezeten. of ja, die, ja, ja. die, die kinderen nu daar al in zoeken. fijn. En wij kregen humor. Maar Stijn, wie, wie dat was komende... dat? Hoe heette die? Weet jij dat nog? Uh, Tom Seus was dat. <laughs> maar dat zal misschien dat zal die heel nieuw geweest zijn of zo. Ik weet dat niet, dat zegt mij... Ja, ah, die maar was er al waanzinnig trots op eh, dat hem dat nog een uur lees had oh, gaan, En ik zo, ik <laughs> heb geen idee wie die man is! <laughs> Sorry, Tom, uh, I love you too. <laughs> <laughs> en, maar wij, bij, bij humor, stand-up comedy zat er niet bij. Hè, want ja, dat is het leerplan uit 1730. Mm -hmm. Dus ja, stand-up comedy bestond nog niet. Maar die... Had zoiets van: oh, Je moet dat toch gezien hebben. Dus op die Gordanen dicht, een DVD in. En. en ik moest wel kijken. En dat was een DVD van Comedy Casino. Ja. Meer bepaald het stuk van ene Alex Agnew. Ah, oh, right. En ik kijk zoiets van: what the fuck, man? Dat is wat ik wil doen. Ja. Dat is gewoon wat ik wil doen. En dan moet ik zo beginnen. Mijn... <laughs> dus ga ze eigenlijk aan het zeggen dat ik rechtstreeks verantwoordelijk ben voor uw carrière? Dat is, oh, dat dat is echt zo. Is dat, dat echt? Effectief. Holy ja, shit is het man. Het eerste wat ik ooit van comedy heb gezien. En dan dat, van mijn Dat wist best... ik niet. Is nee. Hij echt? nee, dat wist ik echt niet. Nee, we, hebben er toch... we hebben er nooit niet over ja, gebabbeld, nee, dat voor is zo zover raar, dat ik je weet. Ik je, nee, dat... ik er... ja, dus ik moet eigenlijk mijn verontschuldigingen aanbieden aan de wereld. voor het creëren Met van jouw Billy. creatie. Oh my god. Dat is echt waar. Dat is, ja. dat is echt... En dan, een maat van mij, die. Die woont in Kortrijk, überhaupt. En die was mega fan van u. die hadden een DVD-kaboom. Mm -hmm. En ik denk echt dat wij die zo een keer of twintig, dertig hebben bekeken of zo. Ja. Dat was zo, ja, die kinderen die je van onder van onderzien. En dan in de zomer zaten we door. En dan elke met die DVD. Je zult dat ook eens zien. Dat, ja, dat is echt een, een hele harde invloed geweest. Ja. Op hoe ik comedy zie ook een stuk. Oké, okay, alright, cool. Shit, dat had ik eigenlijk niet zien aankomen. Is dit? Vooral, nee. Vol, ik dacht dat jij zoiets had van, ah, vroeger toen ik jong was, zag ik Gaston in Leo. En ik dacht, dat is het. hè, zo, maar klaar ik, ik heb dat ook gezien, Gaston in ja, Leo. Ja, 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 ja. Maar dat was nooit niet voor mij een trigger. van Nee. Dat is wat ik wil doen. Ofzo. Nee. Snap je? Nee. Het was pas met wat jij deed op podium. Dat ik zoiets had. Want Gaston in Leo vond ik heel goed. Hè? Ja. En dan had ik zoiets van, wow, dat is een helden. Maar dat leek niet iets voor mij. Ja. Snap je? En wat ja. dat jij deed, had ik wel zoiets van. Ergens in uw achterhoofd had wel zoiets van: dat is ook wel een beetje het ding wat ik doe voor mijn vrienden ofzo. Ja ja ja, 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 ja. Natuurlijk, ja. de stap om dan op het podium te brengen is gigantisch groot. Je ja, ja. vrienden weten wie dat gaat zijn. Ja. En ja, de mensen in de zaal weten eigenlijk niet wie dat gaat zijn. Nee, ik had dat ook heel hard in het begin. Dat ik zo funny was voor mijn vrienden. Maar de helft van mijn vrienden der Staats waren onwaarschijnlijke stoners. Dus ik had ze weten. <laughs> ja, misschien lachen die gewoon mee alles. Ja, misschien kan, zitten die zo, zo zwaar op de doop dat dat deed. Dat al niet interesseert. wat dat ik zeg. Die vinden dat gewoon helemaal hilarisch. Dus... Die zagen <laughs> daar een bril aan. Maar ook al dat ook. <laughs> Dus ja, ik snap het. Dus ja, ik, ik vind dat zot. En wanneer is jij begonnen? Met welke, weet je, nog ongeveer welk jaar dat jij ik begonnen Ik denk dat dat 2010 was. Ja. En dan was ik een jaar of 20. Wacht zo, nee, nee het moet ietsje ervoor zijn geweest. 2009 denk ik mijn allereerste optreden ja. gedaan. Ja, ze van 89. Dus in 2010 kun je moeilijk 20 geweest zijn. Hoe oud was ik dan? 21. Shit, dan moet dat nog ervoor zijn geweest. 39. Ik denk 2010. dat mijn allereerste optreden. Het is wel optreden. cool dat jij zo moet uh, verteld worden van welk jaar dat je zeggen. <laughs> ik weet dat echt, maar ik weet dat soms echt niet. Als je maar vooral, hoe oud oud zit, dan denk ik, oh, ik denk 28, denk ik. William, als je nog iets wilt weten, naar nou, Wikipedia Wikipedia's <laughs> uh, Ja, en, maar, maar, dat is heel romantisch, want mijn allereerste optreden dat is, mm -hmm. dat is geannuleerd. Ja. Wauw, een <laughs> dat was, Het was al een. A, a taste of things to come. Dat was uh, 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 een voorbode voor mijn carrière, ja. eigenlijk. Ik <laughs> dacht niet op wegens is <laughs> Gecanceld wegens afwezigheid van de klanten. <laughs> en dat, dat was in de Joker. En dan daarna ben ik terug zo'n open mic kon doen. En dat was, een, dat was verschrikkelijk. Dat was echt verschrikkelijk. Dat was de hel. Ja. Ik weet nog dat de fokken achteraf tegen van je ja, hebt geen tweede moppen gedaan. Waarom doet hij dat je niet? Ja. Besefte hij dat niet of zo? Ja. Ik had zoiets van: fuck man, misschien moet ik dat inderdaad doen. En dan heb ik dat zo was dat bewust zagen. dat je dat in het begin niet wou doen, omdat je zoiets had van: mensen zien dat en ik wil er niet zo een ding van maken? Of, of was dat gewoon dat je er niet aan gedacht had? Ik had daar zo eigenlijk niet bij stilgestaan. Mm -hmm. Voor mij was dat niet meer relevant. Ja. Je hebt het, dus op dat vlak is comedy wel echt zo'n soort slap in the face geweest van hé, hey, niet vergeten, jongen, je zijn nog altijd een 2 Snap <laughs> Ik was er zelf voorbij. Ik, was, ik had zoiets van, dat is niet meer belangrijk. <laughs> en toen begon de Comedy in the world threw it in your face. <laughs> ja, <echt. lacht> dan pas begon het echte verwerkingsproces. Iedereen had ik zoiets van, godverdoen dat, dat is echt of waar. Ja. En dan, ja, ik besefte dat ervoor. Zo, en je weet dat wel, alleen maar bij mijn vrienden was dat ook, je oh, kent die al twintig jaar, dus dat is niet meer relevant voor die mannen. Dat werd, kwam ook niet meer te sprake. En ineens ja. was dat zo, bam, je staat op het podium, allemaal mensen die niet weten wie dat jij bent. Ja. Dat is gewoon het eerste wat die zien en dat is het eerste wat die denken. En dat, ja. dat besefte ik niet in het begin. Hè? Ja, dat is zo natuurlijk. Die hebben die geschiedenis niet, dus die zien nu gewoon dat podium opwandelen en die denken, ja, ik hoop dat ze het God benoemen, want dan ja. is toch het raar worden. Er was een soort en... angst bij ja, ja. die mensen. Die een soort angst van, weet je dat? ja en je merkt ook dat mensen dan, dan precies ook het gevoel hebben dat ze niet echt goed weten of dat ze mogen lachen of niet ja, ja Zo, dat is echt ja. ik heb dan een soort openingsjoke ge, gevonden hé, met die die, die plopp zegt slank op zijn bek is en het effect dat je daarmee had was gewoon opluchting ja ontlading ja, 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 ja. bij die mensen van hij weet het ja. hij weet het oh, oh zoals hij dat al in zijn eigen gezien in de spiegel ja, alsof dat jij dat niet zou weten ja wel ja want, want vanaf, vanaf, is dat iets dat je altijd geweten hebt? Of is dat van een bepaalde leeftijd dat je dat door begint te hebben? Of, of... Ik, heb, ik heb dat pas beseft, denk ik, als ik zo in het eerste leerjaar zet of zo, denk ik. Ja. Dan pas besefte dat ook. Ja. Om dan ineens zoiets dus van ja, maar weg is, al die heren, kunnen veel verder lopen als kiek. Ja. In de kleuterschool vallen die allemaal neer. Hè? Ja. Dus dat <laughs> valt niet zo op. Hè? Als Kiek als ergens lig, ja. liggen die ook en ineens ik zoiets en nee maar die kunnen echt wel een pak verder lopen als dus, kik dat, dat is die raar. waarom worden die groter als dus, kik dat kan niet ja. en dan pas begint dat zo echt zo wat te dagen. maar dat zijn ook de momenten dat ik geopereerd werd dus je ja, had daarna helemaal zoiets van de eerste keer de eerste keer dat ik geopereerd werd is met me verlengd mm -hmm. en ik weet zo wakker ja, hoe, zo hoe soort... hebben ze dat dan gedaan ja, dat is... Uh, dat noemt... Ze zagen wat bot even in ze steken er niet tussen. Ja, het scheelt eigenlijk niet veel. Ja. Ze pakken je bot, ze breken dat op twee plekken. Dan ja. steken ze een soort pinnen door. Ja. je wordt langs baten aan je been verbonden met een soort cirkels, een soort rondes. Ja. En daar hangt het systeem in. En dat kun je opendraaien en dichtdraaien. Dus elke nacht rekte dat gewoon 1 millimeter tegen. Holy shit, en was, dat dat dat... Pijn... was dat niet heel pijnlijk? Of viel De, dat het mee? Dat is redelijk pijnlijk, ja. Ja. <laughs> Maar... Als kind, ja. Maar waar ja, zit dat? Waar zit dat dan? Zit dat in uw heup? Of zit dat dan in uw... je... Of, of, Onderbenen uw... benen ah, u... heb ik gehad, bovenbenen en armen. Ja. Dus dat is... dat is, ja, dat is zo... Il Ilizarov-methode noemt dat. Dus dat Oké. Okay. Wordt ook gebruikt voor heel uh, moeilijke breuken. En martelingen in Guantanamo okay. Ja, dat ook. Dat ook. <laughs> ja, dat is, dat is gewoon de middeleeuwse manier, zeg maar. Ja. Want ja. dat is de enige manier die bestaat. En doordat ja. die breuk... Een... Een... een, een, bank, een bijvoorbeeld... De, de, van, van een, het bot van een kind, ja. dat, uh, dat verbod veel sneller. Je? Ja. Dus dat groeit beter en ja. sneller aan elkaar. Maar doordat dat elke nacht uitgelekt wordt, wordt dat, groeit dat een beetje naar een, en wordt dat terug uiteen getrokken, waardoor, dat dat altijd, waardoor dat je dat langer kunt maken. Ja, 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 ja. Snap je? Ja, dat groeit altijd bij, waardoor dat. Ja, dus je moet zien, nee, dat, dat was dan soms het probleem: was van, ja, het is al te hard terug aan elkaar gegroeid. Ja. Je moet zien dat dat juist niet genoeg aan elkaar groeit zodat je dat terug je kunt uittrekken. Ja, 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 zodat ja. je dat eigenlijk op die manier verlengt. Ja. Ja. Maar de eerste keer dat ik je ermee wakker weet, mijn ouders hebben dat wel gezegd, maar joh, je weet gaan van niks. Hè. Ja. Dat was in, in, in een ziekenhuis. In, hoe hoe in oud was jij toen? Ik was een jaar of vijf, vijf denk ik. Holy shit. Vijf, vijf ja. en een half zoiets. Okay. zoiets. En je, je wordt wakker in je ziekenhuis, die daben, iedereen spreekt Frans. Je wordt wekker met zo'n twee gigantische dingen aan je benen en je tweet van, dat moet eraf. Mijn eerste reactie dat moet eraf. <laughs> dat jeukt. En dat doet zeer. Dus je begint dan al te trekken, Worden het dan nog meer zeer door. Oh, je schiet gewoon in paniek, hè, man. Ja. Dus, Maar dan beseft je wel van, shit, er is toch wel iets anders of zo. Ja. En hoe lang heb je dat dan moeten doen? Uh, van mijn vijf tot mijn twaalf. Ongeveer zoiets, okay. denk ik, ja. Ja. En hoeveel, hoeveel centimeter heeft dat opgeleverd in totaal? Mijn onderbenen 12, bovenbenen 9 ja. en mijn armen, ik denk 10. Oké, okay, dus jij zou echt een pak ja, zijn geweest ja, 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 dat dan jij dat wel. niet ja, samen ja, ja. gedaan hebben Ja, ja dat, heeft, dat heeft heel veel gedaan. Ja, want zo. Hoe groot zit jij nu? Nu 1,40 meter. 40. Een meter 40. Ja. Wikipedia ja. Okay. zegt 137. Okay. Ja, daar is discussie over. <laughs> op Wikipedia ook. Er is echt een discussie dat over mijn kant, op de ene kant Wikipedia. groter dan de enderen? Oké, is, ja, ja, dat is, is dat het, zo? Ja, ja, ik heb, okay. ik heb een, een, een heupprothese. Ja. Waardoor, maar die is niet helemaal goed gezet. Waardoor de dat been 5 centimeter langer is dan de andere kant. Ja. Dus de ene kant is de meter 37, en de andere is de meter 42. Okay. Dus ik pak altijd zo wat in het midden, dat is een meter 40. Maar ja. er is echt op Wikipedia, je kunt zo zien in die logs. Er is ja. discussie over, over hoe groot right. ik nou eigenlijk echt zit. <laughs> ik vind dat bangelijk hoor. <laughs> <man. laughs> Heb eigenlijk veel reactie gaat toen dat jij bekend begon te worden met comedy van, uh, van, van, van andere dwergen? Van mensen die dat, dat cool vinden of niet? Of die dat... Ja, dat gebeurt wel af en toe. Ja. Um, Allee, dat, dat is precies een idee of alles in de community. Dat is nonsens. <laughs> maar ik, ik, ik kan ja, me voorstellen uit. dat he, mensen kunnen zich altijd identificeren met iemand. Dat ja. ze zeggen: Oh, hey, wow, cool dat hij dat ook doet. Ja. Of, of ik kan me dat wel voorstellen dat, dat als je zelf een, een jong gastje bent en je heet dat. en je ziet u, dat je denkt: Oh, ja. zo iemand gelijk mij die, die het cool doet. Ja, dus... ja dat, dat was ook. Je voelt dat wel, dat is nog altijd dat die wel regelmatig zo. Om bericht sturen of je ziet wel dat u volgt en zo. En ja, dat is, wel, dat is wel cool zo, maar ik moet zeggen dat ik er in het begin zo ook wel. vind uh, vond heel confronterend in het begin of zo. Ja. Snap je, als je. Das, ja. Ik kon dat niet goed zien, omdat dat is heel confronterend, omdat je dan. Dan zie je die niet eens. Als ik naar, naar u kijk, hè, Alex, voor ja. mij is er geen verschil tussen u en mij. Nee. Als ik mijn hand, als ik, ik nog mijn eigen hand zie, ja. voor mij ziet dat er perfect normaal uit. Maar ja. voor iedereen anders ziet dat er zo roar uit. Nou, bij mij is de chance dat ik zo die twee gehandicapte, ja, onnozele vingertjes in het midden heb. waar <laughs> ik heb de belachelijkste fuck you vinger ooit weer erom. <laughs> nog nooit die een is indrukwekkendere fuck dan you kunnen deze, doen. Dan, dan deze is eigenlijk, dat scheelt al gewoon niet veel. Als wij deze met twee doen, dan ziet er ongeveer even onnozele uit. Dus I feel your pain, bro. <laughs> Nee, maar ik ben, want ik ben, ook, ik ben ook heel moeilijk op de wereld gekomen, omdat ik een, ik had een vlies had rond mijn, rond mijn arm, hè, ah, ja, in, de, okay. in, de, in de baarmoeder. En, en mijn twee vingers die zaten eigenlijk om elkaar vast, omdat die niet helemaal ontwikkeld ja. zijn. Ja, 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 want dat zo. bloed was afgesneden. Maar toen ik geboren werd, dat hand, dat zag die hand donkerblauw. Dus dat was ook, uh, ik moest meteen geopereerd worden. Ten eerste om te zien of ze die hand konden redden. En en man, het is een smurf. Ja zo. Je <laughs> eruit. Kijk eens aan, daar komen ze vandaan. Direct die schrurr, de taxels en smurfen en zo wat roeren. Zo die naar pad. Wat krijgen we nou eigenlijk? Wat, wat, wat... Dat is uh, dokter... Uh... Ilizarov, hè? Uh, is dat Je uh, <laughs> dus ziet eruit gelijk een kok. <laughs> Inderdaad. Wat voor, <laughs> wat, voor, wat voor rare afbeeldingen zijn deze? What you want to eat? Stroganoff! I make stroganoff. Ah, dat was van de methode van het verlengen van de benen. Ja, ik zie oh. het. Hadden jij echt zo'n spel rond je been? Ja. Holy crap, man. Ja, ja dat ziet er in de keuken ja, dat is inderdaad dat is hetgeen dat je soms ziet bij een gecompliceerde breuk ja. oké als mensen echt zo'n open beenbreuk of zo hebben gehad of een dan is dat ook zo van die, van die ijzeren ringen hè maar ja. bij mij zaten er dan nog een soort ja een, een een soort mechanisme in dat je, dat je komt draaien En dan ja. trekt dat de een. Maar dat klinkt echt letterlijk als medieval torture. Dat, dat is echt dat niet is normaal. Zeker, zeker gecombineerd met zijn profielfoto. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dat is heel raar. Maar die mens heeft dat niet gedaan bij mij. Nee, nee, nee. Ik denk dat hij al dood is. Nee, dat is in de jaren 50 stond er. Ik heb zo even rap iets gelezen en dat klonk al als een slechte film. Zo. Ja. <laughs> die zat zo ergens, in, in, ergens in Rusland en niemand kende die. Ja. Somewhere in a gulag in Siberia. <laughs> I, I developed a method for making small people bigger. Is, uh, <laughs> Fetch uh, me the dwarf. <laughs> bring the dwarf. Have him scrubbed and brought to my quarters. Fantastisch. Fetch me the village, fool. <laughs> so, daar is hij mee begonnen. Net de dorpsgek. We gaan even zien. Als die het overleeft, dan zetten we de methode verder. Dat is wel insane. Maar uh, nee, jij, jij wordt aan het zeggen, als je naar mij kijkt, dan zie je geen verschil. Dus nee, jij ja. vindt dat ook raar dat er zo dat, dat je dan daar. Als, als dat, ik, dat ik dan dat... een andere dwerg zie, of ja. dan denk ik soms. Dan... Allee, nu niet meer, Maar in het begin, ja. omdat je komt dat ook niet veel tegen, hè? Nee. En als je ja. elkaar tegenkomt, is het dan gelijk motaars, zo, hey! Of is dat meer zo'n soort uh, Bruce lee echt hmm, I challenge you, there mm. can only be one door. En dan vechten wij. Ja. Ja. Dat is, zo werkt het. Alex. Ik dacht dat wel. Dat is exact hoe dat het werkt. Ik dacht dat wel. En als je die dan doodslaagt, en vliegen er zo 20 gold coins zitten en dan word je dan krijg je dus zijn krachten. Ja, ja. Krijg je dus je, je kan iets supergoed, ik weet niet, noten mm. kraken of weet ik Nu ken kan je dat ook. Dat kun je, ja, dat ook. Dat is wel supercool. cool. Voilà. Ik heb, ik heb mijn, mijn comedy powers ook gekregen, van een ander <laughs> Dat vooral dus dat helemaal die woorden. Je ze terug in de, in de tijd gegaan en jij hebt mij als klein kind <laughs> ben je gerammelt. Dat is goed het, het gegaan is, dames en heren. Precies, hey. hier heb ik ook kleine vingers. Ja, voilà, wie zegt, wie zegt dat er in dit programma niks wetenschappelijks wordt gezegd? <laughs> dit is echt zo'n nonsens, ik pik het niet meer. Hier worden dus wel echt degelijk uh, scientific facts de gepubliceerd. fuck you, lieve scheren. Wij doen ook al wetenschap. Inderdaad, jij met je nerdy bullshit. <laughs> <laughs> K-goed. Allright, dus morgen jij begonnen in 2010 ongeveer. Met ja, Kommering. ik denk dat ik dan zoiets ongeveer wel dat begonnen zijn. Maar 2012 was een beetje uw jaar eigenlijk, hè? Want dan heb je ineens zo van alles bij je ingerijfd. Ja, want inderdaad. ik herinner mij nog, dat is heel funny, want ik was toen aan het uh, ja, try-outen nog, denk ik. En gaat me mij toen gebeld en gezee, hey, hadden, wat, omdat Jij had een show in de Narenberg, in de kleine zaal, dat weet ja, ik nog. Ja, 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 en jij just... zei toen, zou ik een paar keer mogen openen of ja. zoiets. Ja, want jij stond daar zo vijf keer in de grote zaal. Zo was het. En, 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 en ik vond dat fijn, want ik had zoiets oh Ja, tuurlijk, doe maar. En dat weekend ervoor wint hij Humo's Comedy Cup. Ja. En kon ik u ineens aankondigen als. Oh ja, kleine verrassing, vanavond de winnaar van Humo's Comedy Inderdaad. Cup. En kreeg jij ook al zo'n gigantisch applaus. Omdat iedereen toen al wist wie dat jij ja, was. Ja, dat was effectief zo. Wat de zomer, die, want ik stond daar zo twee keer in de kleine zaal met een try-out. Mm -hmm. En ik dacht, oh, fuck, ik kan dat nooit vol krijgen. Dus ik heb dan in de rot naar u gebeld, maar ik kies ook niet. En dat was in de rot in Humo's Comedy Cup. En dan, dat zat eigenlijk ook al vol. Ja. dus waarvoor dat kwam was eigenlijk niet meer nodig nee. maar ja, bon, als je dan kunt openen voor je, oh, oké, dat ja. is ook die schoon natuurlijk dat was, uh, dat was gewoon ook heel plezant ah, ik vind het altijd tof aan iemand erbij te himmelen, want anders zit je toch altijd maar alleen ja, te koeken loeren ja. en dat is, wel, dat is wel leuk maar wist je toen dat je ging meedoen on, uh, want, want we hadden de eerst gedaan was dat Culture Comedy Award of LATS, of uh... ik heb eerst 1, 2, 3 Comedy Award gewonnen in ja. 2008 11, denk je dat dat was? Dan in 2012 die Culture Comedy Award. Ja. Uh, en dan heb ik het laatst meegedaan. Ja. En daar uh, heb ik zelfs willen stoppen daarna. Oké. Okay. Ja. En, en, en hoe komt dat? Waarom? Omdat ik, ik, ik vloog er daar dan uit in de halve finale. En dat voelde zo... Er zijn een vernedering aan, een soort verlies aan, dat ik echt zoiets had van, oh, zie je wel, je kunt het toch niet. En waarom? Was dat niet goed gegaan? Of, of hoe... ja, dat, je voelde, dat was heel raar, want ik had dan die voorronde gedaan, dat was goed, ik was door Die kwartfinale, dat was goed. En dan kreeg je zo een week of zo, voor, uh, je werd begeleid door, door, ja, door coaches daar. Ja, en ja, ja, ja. en ja. iedereen kreeg zo tips. En tegen mij zei die, eerlijk, wij kunnen daar niks bij brengen. Ah, we zitten rond en af en we weten niet, er kan niet veel meer tussen. Ja. Dus ik had zoiets van oké, okay, dan zal het wel goed zijn. Zeker? Ja. En dan die halve finale, ja, dat ging niet zo goed. Dat ging ja. niet zo vlot. En je voelde dat al wat aankomen. En dan, ja, dan vlieg je eruit. En ik, ik was er echt kapot van. Ik kreeg ja. zoiets van, ik stop ermee. Ik stop er gewoon mee. En, en waarom, had het gevoel dat je het had moeten winnen, eigenlijk, of niet? Of? Moeten niet, maar ik wou dat wel heel hard. Ja, zo, dat, dat. dat was ja. zo. Ja, dat, dat, dat voelde echt als een verlies aan. Zo. Ja. Terwijl, als ik dat nu bekijkt, denk ik, ja, je wordt er gewoon nog niet klaar voor. Nee. Snap je? je stond echt nog niet ver genoeg. En dat, ja, dat voelde toch zo heel. Ja, dat voelde echt heel vernederend aan. En dan, dan oh, ik ben ik er dan. toch zo wat doorgesleurd met, met vrienden en familie en begeleidingen. En dan uiteindelijk gezicht van weet ik doe die een Humo's Comedy Cup nog. Mm -hmm. En als dat het hem niet wordt, kan ik raak even goed mee stoppen, denk ik. Ja. Omdat je voelde dan ook zo: ja, ik ging dan richting een avondvullende show en ik had voor Humo's Comedy Cup er één verkocht. Ja. Er was er één, één cultureel centrum wat zoiets van, daar wil ik wel zitten. Ja. Al de is dat zoiets van we zien wel. Ja, 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 ja. En dan na Humo's Comedy Cup worden er in 35 of zo, maar. Ik had ja. wel zoiets, als ik dat niet gewonnen had, dan was ik het nu gestopt. Ja. Dan, ja. Ik, bedoel, ik heb ook zoiets van: je moet niet. die je proberen en doen, als je toch voelt, het gaat het niet worden. Ja. Dus het, het dan houd de eer aan jezelf, stop ermee. Ik heb, daar, ik heb daar persoonlijk geen probleem mee. Er zijn weinig mensen die dat hebben. Want dat is wel. je, 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 je hebt soms mensen die zo in een open mic circuit circuit kunnen blijven draaien tot ja. in de eeuwigheid, dat ik denk, man, oh ja, je moet het toch wel heel graag doen dan? Ja, dat is natuurlijk Dat is anders, ook iets anders. Maar zo geren doe ik het niet. Maar toch, godverdomme, geen tegenover tegenoverstaan, dat interesseert maar dat je de zak, die comedy. Die heel die comedy. Echt, jongens, ja. Ja, die comedies. Maar ik snap het, want ik heb hetzelfde gehad uh, als jij, maar twee jaar voordat ik het laatst won, heb ik meegedaan aan hè uh, dat ja, 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 gro ja, ja. andere groot uh, ja. cabaretfestival in Nederland. Ik heb er Kameretten. Ja, kameretten. En dat is je Rot dus in Rotterdam. Hè. En uh, ik, ik weet toen dat ik daar meedeed dat ik ook, um, denk ik, de, um, de kwartfinale of zoiets had gehaald. Hè. Dus ik heb zo, um, dan stond ik ook ineens in de grote Luxor in Rotterdam ja. voor uh, 1500 man. En ik, oh, het Jesus. grootste dat ik ervoor ooit gedaan had, was een café met 100 man of zo dus dat was voor mij echt ja oh. waanzin dat is zotte, man. en ik had dat goed Diek. gespeeld maar ik was daar dan toch niet bij bij de halve finale hè. ze hadden dan gezegd ja het is allemaal leuk maar eh, eh, het is toch niet dit of niet dat of het is niet uh, het heeft niet genoeg verhaal of het is niet hè, het, is van het was die niet genoeg cabaret ja het was eigenlijk niet cabaret genoeg en, uh, Waar is je liedje en, en ik herinner mij nog dat, ze, dat ik zo naar de finale zat te kijken en dat ze toen, eh, toen vroegen aan het publiek, want die finale was legendarisch afschuwelijk. Nee, maar ik zat daar, dat publiek zat daar allemaal met hun armen overheen en die hadden allemaal beslist van wij gaan alleen maar met jullie lachen als één van jullie ooit beroemd wordt. Maar vandaag niet. Hè? Oh, nee. zo, dus ik zat daar ook en ik dacht, amai, deze is echt verschrikkelijk. En ik wist ook, toen ik daar zat in die zaal, ik dacht, als ik hier nu gestaan had, dan had gelachen. Zo, so, ik had al een gat. Want ik weet, ik heb een, ik heb een programma waar jokes in zitten. Zo. So, en ja, en, ja, en, en ik, ik moet het niet hebben van. Van al dat, uh, ja, ik ben een kwaaie clown en zo. vandaar van dat Hollands gedoe, waar je zo altijd van denkt, ja, dat is allemaal goed, maar waar zijn je grappen, Bassie? He? Maar, uh, maar het, wat ik ook zo, ik, ik voelde dan, ze vroegen zo aan het publiek, ja, wie hadden graag in de finale zien staan? Stond er iemand niet in? En een paar mensen riepen wat namen, maar niemand riep mij. En ik, ah, dat... dacht, en ik dacht ook al van, ah, oh, dat is misschien een bewijs dat je toch niet zo goed bent als dat je denkt dat je zij ja. Ja, 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 Dus voor mij het. was dat ook een klopt. Dat was ook heel hard. En, en ik weet nog dat de Wim Helsen een. Uh een jaar later tegen mij zeggen, je moet meedoen aan het Leids Cabaret Festival. ik zeg, Oh, man, ik heb het dan al gedaan en dat was echt niet tof. En dat was ook zo'n weekend met een coach en dat was ook zo'n toneelregisseur die dan tegen mij zei van, eh, van, ja... Je moet mee naar links, dan. zeg. Ik bedoel, ik be, begin gewoon... ...de muziek van mijn vader. zodanig dat je weet. Oh. Hey, zo. Ken je, zo al die dingen waar, waar wij te nuchter voor zijn. Je zit een Vlaming en je denkt... Ah, hey, zo. De Doordat muziek het, van mijn vader. Een kleine Belgenlandje zo. En dat klein stukje Vlaanderen zo, waar je uitkomt. Dat, dat onnozel helftje van een van de kleinste landen in de wereld. Dus je denkt al zo... Oh, for god's sake, zo normaal. Ja, hey. dat kan ik, zo, ik kan dat toch je, niet zie, doen. Zo, allee, je kunt er toch niet zo gewoon staan. Dus ik, hey, heb dat eigenlijk al... En dan, ik heb dat dan zo in een try-out geprobeerd. En dan begon ik ook zo mee. mee, mee. Dat, dat liedje, It's not unusual. Dan moest ik zo beginnen. En dan begon ik daarmee. En dan zei ik. De muziek van mijn vader. En ik voelde die zaal zo. En ik zat er zo. Uh, en zo ik, was, ik wou bijna kotsen op het podium. Zo, dat, dat, dat is echt walgelijk. Dus, dus dat, dat was wel een hele wijze les voor mij. Want dat heeft gewoon heel duidelijk gemaakt Dat ik echt naar niemand moet luisteren. Dat ja. ik echt zo het gevoel had: nee, nee, doe wat dat jij wilt. Zo, ja. en, en als dat dan ja, dat niet lukt, waar. dan is dat niet erg, maar dan is het op zijn minst wat dat jij wou dat het was. En dan heb ik toch meegedaan aan het laatst, en dat heb ik dan gewonnen. En dan is er wel heel veel, hè, dan, dan ja. gaat uw carrière en ook, gelijk dat jij wit met Humo's Comedy Cup, dan gaat dat in een stroomversnelling. Hè, dan... Ja, dan komt die ineens op plaatsen of zo. Hè, ja, en... ja, dan ja. komt die ineens op plekken terecht. En wat ja. jij dan, want, want dan jij, jij dat dan gewonnen, je ze het dan beginnen spelen. Dan moest je direct avondvullend gaan? Of, uh... Ik heb daar nog een half jaar tussen gestoken, denk ik. Ja. Want ik, ja. omdat, dat, ik had zoiets van: ja. Ik kwam, daarna mocht hij dan zo naar de kruidfabriek. En de kruidfabriek is een programma, er keek niemand naar. Behalve <laughs> alle mensen die TV maken. Ja. Ja. Dus ineens mocht ik in die kruidfabriek. En daarna vroegen ze: we scheren in de schipping, de slimste mens. Uh, ...de laatste show... ...en je kwam zo overal... ...en dan kon ik zeggen... Hey, ...ik heb de show van dan ...en dan zie je zo wel... ...dat die lijst staat... ...en ineens overal... ...dat dat overal uitverkocht is... ...en dan, dan is dat zo wat vertrokken... Hè? Mm -hmm. um, ...maar dat is, ook, dat is ook heel dubbel... ...want je, je hebt ook... ...een heel stuk tv-publiek... ...dat naar u komt kijken... ...en daar is niks mis mee... ...maar dat is een publiek... ...die niet helemaal weten... ...wat dat je doet... Ja. ...op podiums... ...nou die komen naar u kijken... ...omdat ze u kennen van op tv... En die, denk, die weten eigenlijk niet helemaal wat dat comedy is. Nee. En je voelt zowel met een tweede show, dat je, zei die, je komt daar wat minder op tv, omdat het nieuwe is er wat af. Hey, je, ik had ook heel veel... Uh, ik kreeg heel veel commentaar van oh, dat is altijd dwergemoppen wat, wat dat gaat doen. En, terwijl joh, als ik ja, in zo'n... hoe een... durf jij dwerg? Ja, maar dat is, ik vind dat heel dubbel. <laughs> want als ik in een panel show ja. zit, dan zit je er altijd één aflevering in. En die redactie die hebben allemaal 100 dwergemoppen voor iedereen geschreven. En die krijgen hier een hele maand over mij heen. Mm -hmm. Dus je ziet daar dan plotseling naast acteur Huppel de pup En die je ziet gewoon dwergemoppen over u te maken. Maar ik krijg daar wel het gevolg van. Snap je? De ja, mensen ja, ja, ja. thuis en de mensen die, die, die over die programma's beslissen. Die hebben gezien van. Ja, oh, met een is dat het dwergemoppen Ja, maar ik kan daar niet aan doen. Ja. Dus dat werd weer de basis voor dan een tweede show te schrijven. Van oh, ja, mannen, ik kan er vanavond tien doen. En dan stop het. Ja. Dat je kunt meetellen. Ik heb een groot teller al mee op het podium. Je kunt meekomen zien. Dat was wel een heel goed idee. idee. Ik moest er wel heel hard mee lachen. Dat je... En dan vooral zo dat jij toen zei: op een bepaald moment. de autisten in de zaal. die hebben <laughs> nagezien dat dat er geen één <laughs> ja. en, en ik zat dan en ik had zoiets. Ik had dat gezien. Shit. Zo, zo. Ik Doe. had dat geteld. Dat is dus bizar. Dus maar maar ik, was aan, ik dacht: maar denk ik, na nou fout. heb je na nou tien gezegd, Dus je zei niet: ik weet het. Je meer zo... Zink ik hier achterlijk? of zit twijfelen aan je wagen. Je twijfelt dicht aan je wagen. Allee, dat was, dat was hetgeen dat ik dan deed. Zo. Maar, <laughs> en, zeg, en toen zeg. fluister ik in Alex erdoor: Doe het liedje van je vader. <laughs> <laughs> De muziek van je vader. <laughs> zeg, moet ik vertellen, zo, toen dat, dat dan begon zo, dat begon te, te lopen, was dat niet... Hé, ik kan me voorstellen dat je... Wat ga je heten? Je, je handicap... Was dat dan een manier om een bepaald soort deel van je leven af te sluiten? Van, Zeker met die wel gefixt. Allee, dat moment dat je voelt van het is hier rond gebeuren, een stuk wel. Een stuk wel. Ja, ik heb nooit het gevoel gehad van het is hier rond gebeuren. Ik heb dat nog altijd niet zeg. Ik heb nog altijd het gevoel van er komt een dag dat gewoon allemaal gaat beseffen dat ik eigenlijk niets ken. Dat hebben wij allemaal, William. Dat heb ik ook nog altijd. Is echt? Tuurlijk, dat. Je, dat, je denkt elke keer zo van. Wanneer gaan ze erna achter komen, dat ik die al jaren voor de zat aan tafel ah, ja, Ik dat, denk, denk dat echt soms van: dat kan ik niet maken, die, die mensen gewoon mij afmaken. Of zo, zo, ja. Ja, ja. Dat je het gevoel hebt dat je niets kunt. Maar dan, dat afsluiten, ja, dat zet er een stuk wel in. Dat is voor mij wel een groot verwerkingsproces geweest. Of zo, snap je dat? Omdat ik heb heel mijn leven altijd moeten horen: dat kon jij niet kunnen ja, dat moet je niet doen, maar dat, dat, dat ga je niet kunnen, snap je? De, mm -hmm. zelfs mijn ouders kregen dat horen. Toen net die, toen ik, ze konden pas na drie jaar zien dat ik een beperking had, hè, dat, dat ik dwerggroei had. En een van de eerste dokters die dat dat aan het vast had had in het gezicht. Och, zit die op uh, lotje schoenmaker worden, hè? We zitten die op een lerenkje op een ladderkje en nu met god dat zien niet. Of als men het schoolstuurt, mijn ouders hebben er altijd op gestuurd, dokter Mengelen, wie, wie, wie de hel was, die een dokterman. Ja, maar dat, was, dat was vroeger zo, hè. Veel van de schoenmakers. Het bleek dokter Oetker te zijn. Hè. Nee, maar ja, ik vind zijn die talenten wel. lagen elders. Lang genoeg pizza's In de wachtkamer Wat is dit? Hemel Hij heeft ze zelf gemaakt Hoe heet die? Dokter Utker Klaarblijkelijk tegenwoordig Dat is ook niet meer Oetker. Dat is ook ineens veranderd en Dat is natuurlijk echt... geworden Dokter Utker Doorom, doorom Maar dat is Ja, dat is fantastisch Dat ik echt denk huh? Zo, man, dat, 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 dat is niet dikwijls Dat ze in het midden van een reclame Ineens beslissen van Oei, dus wij Een nieuwe pizza dat van dokter Uitker was dat vroeger. Hè? Ja, dus ja, ja. dokter Uitker. En wat? Wie? What? Eet, eet, eet je echt gebeld of zo en je zei: no. Hé, hey, luistert <laughs> Zo Jesus noem ik het je niet! Hey, Jesus Christ. Oh, je. What the fuck is dat? De nieuwe Mercedes. Het is Mercedes. <laughs> zo, ja, dat is ja, ook zo, zo, zo. Ja, ja, de Mercedes. Dat vind ik ook altijd goed. Mensen dat dat zo spreken, de Mercedes. Ja. Je raakt met een missie, dit is natuurlijk. <laughs> ja. Oh, ja, zegt uw vader dat? Ja, en dat blijkt dan ook de juiste uitspraak te zijn dus waarschijnlijk. Nee, nee, dat weet ik niet, maar ik weet wel, een vorige keer ook over bezig hè. Zo, ja. uh, Metropolis of. Ja, ja, Mercedes. ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. thuis. Pagina. Ja dat wel, ik wel zenuwachtig word van sommige van, de, van die overnamen van het Nederlands. Zoals, ja, ik sta in de verkoop. Dat ik denk verkoop. De verkoop, de, ja, de, verkoop. In de verkoop. Je moet het niet chiquer laten klinken dan dat het is. Het is gewoon verkoop. Dat is oké. Okay, ik heb dat ook jaren gedaan. Ik ken ermee leven. Zo, of het judo, daar word ik ook heel zenuwachtig van. Ja, het is eigenlijk het judo, nee, het is judo. De judo, hè? Het is, eh? het is Zin de, ju de judo. Ja, maar het is ook judo. Dus, ja, ook... dus ik word er onnozel van als mensen dan denken: als jij zegt judo, ja, het is wel, het is wel judo. Het is... Dat is zo, oh. De Japanners kennen de je-klank niet. Zo <laughs> een, shut up. Maar um, <laughs> goed, ook iets. Want, jujitsu dan ook niet? Nee, ju jujitsu is het eigenlijk, ja. Dus eh. Uh, Jujitsu! Oh, jitsu, Jiu -jitsu. -bo -bo. Dat ook! -bo -bo. <laughs> nu, nu zo twee fans in Japan, you are not pronouncing it correctly. <laughs> dus eh. Uh, Hero! Arexu Agnu! <laughs> Arexu Agnu! <laughs> Dat is wel cool. Beste taal ever. Dat zijn de, Dutser, Zalige, dat zijn de dutser's van het oosten. Hè, man. Dat is, dat is echt... zo geweldig. Ik hou echt van Japan. Ik ook. Ik ook. Ik ben er nog nooit geweest. Ik, ik wil er ooit wel eens naartoe gaan. Want uh, Danaldo, een goede ja. maat van ons, is er net van teruggekomen. Want wat ik en William uh, en Andries ook vaak doen, dan kunnen we misschien... Uh, we can reveal it to the people. Maar nou, wij gaan graag This eten. Wij gaan graag eten. En een goede maat van ons, een Aldo, en hè, Aldo Holik Verbergt, of Patrick Tierens afhankelijk <laughs> van hoe dat je hem kent, op uh, social media. Die gaat ook altijd mee. En wat ik leuk vind om die etentjes die wij doen, is dat dat eigenlijk het tegenovergestelde is van de hippe voedingsgids. Eh? Van je moet daar zijn voor de nieuwste coole keet. Maar jij vindt altijd van die plotsen, Waar je van denkt: what the hell is dat? Dat ligt ook altijd in de ass end of nee, no, nowhere. Is... <laughs> en die restaurants zijn meestal goed in één typisch ding dat je ingericht. daar moet eten. Maar dat is dan wel het beste dat je ooit gegeten hebt. Ja. Dat klopt. En dat vind ik echt heel straf, Want we zijn wel overal terechtgekomen. Weet je dat nog? Er maar... zijn sowieso altijd heel veel sterren op vlak van de vetschaal. Ja, ja, ja. ja. Dat die zoekt zoek, 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 zoek nooit gezond. Ja, dat is altijd zond. zeker. Maar ik heb nooit er gezeten dat ik <laughs> nog niet bij kan. Je gaat ja, er niet van ja. afvallen. Ja, ja. Pascal Nauts was hier uh, vorige week. zet no one ever. Uh... Ja, ja. ja, ja. <laughs> inderdaad. Dat inderdaad. wil ik trouwens even meegeven. Voor de mensen thuis zit hier een fantastisch mooie Man Cave. Maar er is hier ook een afdeling met ons kookboek, Alright. de Paliochef, Pascal Naases. Ja. Yeah. Yeah. wat wat dat te betekenen? <laughs> Gaat hij nou juist het grote geheim uh, weggegeven? Want iedereen denkt dat dat een Alex's en een boekenkast is. En na dus dat dat is. Is dat echt? Nice. Is dat yeah, yeah, shit. Yeah, yeah, yeah. Bedankt. Alex, wat deed uh, dat te betekenen? Bedankt, William. You destroyed everything. <laughs> <laughs> mijn boekenkast is. Uh, Ik ga mijn wel remarkably similar, zo, moet ik wel zeggen. Je hebben... gaat, gaat gewoon geen Pascal Nasus denken. Nee, ik ik, ja, dat is niet waar, We hebben dat wel. Ik heb, ah, ja, ik, okay. heb, ik heb een Pascal Nasus gekocht voor Jasmin. Deze is ook echt gebeurd. Ik heb dat ook <laughs> tegen Pascal zelf verteld. Van Gils. En, is dat eh, echt? En True, sorry. Ik heb dat gekocht, twee boeken voor Jasmin. Die heeft erin gebladerd in die zee. Nee, dat gaan we niet doen. <laughs> Ritter, die Hij heeft er nog nooit iets gemokt. Nog nooit. Terwijl hij wel heel blij was met alles van Jeroen Meus. Want uh, daar, daar is redelijk veel van op de taloor verschenen. Maar. Maar ik moet wel al, zeggen, bolter, want je eet zo duidelijk iemand daar redelijk gezond kookt, Ga ja. Gaat thuis. Koopt. Ik heb twijf, ik heb leren koken ja. met de meus, maar ik heb ook alle Pascal Nasties gedaan. Dus ik vind mij alles zo weg moet combineren, want Pascal Nasties zijn vriendschappen om kapot Ja, 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 Misschien Er wel... vallen hier laken uit de kast, dames en heren. Maar, wij, maar wij, wij, compenseren dat. Als wij samen gaan eten, dan is dat nooit gezond. Dan is dat nooit gezond. William, als je wilt afgeven op iets, dan moeten ook alles danen. Ja. Dat is waar. Dat maar is waar, iets... waar zitten wij uit? Maar Sail Anchor, dat was fantastisch. Ja, dat was Maar dat is dan wel een van die restaurants waar je nog wel van kunt zeggen: hè? Dat zal, want hè, uw zus heeft ook hè, een, een boek geschreven over, over restaurants ja. in Antwerpen en Marlies Bekkers. En um, dat zijn ze van die hele. Ja, dat is, dat is eigenlijk ook wel een beetje een coole keet. Hè? Dat is niet aan. Maar maar die plekken waar dat wij terecht gekomen zijn. Gelijk Jan de Volksschilder in dat is, Rijmenam. Ja. Dat blijft bij mij nog altijd. Dat zijn de beste ribben dat ik ooit in mijn ja, leven heb. Die zijn goed, hè? Dat is niet normaal. Ik, ik heb al goesting om, om gewoon te zeggen. je wat, dit podcasten, we hebben het gehad. We gaan zwakken in zetten. de motto en we gaan ribben eten. Ik moet je wel zeggen, ik had, er, ik had er nog nooit niet van gehoord. Maar. Jij bent niet, niet zot van Ribbenhoek. Jawel, normaal niet, maar die worden zo lekker dat dat overstijgt het al dan niet lekker vinden van Ribben. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dan lotte wij eens op de werkvloer vallen. En dan is dat. Maar natuurlijk, dat weet is hij eens. Ja, 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 dat zijn typische dingen. Dat is echt een in de streek. Dus ik heb met ja. een aantal collega's in het Michelsen en zo wonen. En dan is dat zo bijna de evidentie zelf dat je dat kent. En dat ja. je dat ook daar gaat eten. Maar daar hou ik echt van zo de lokale geheimen. Zo. Ja, P. Klak vond ik ook ja. fantastisch. Super, super tof restaurant. Ook heel ja, die posters die er tegen de muur hangen. Zo dat oude beetje Grand Café-achtig ja. ding. En dat was ook zo'n geweldige sfeer daar, want ik weet nog dat die gast die dat er... Christ, Christia, Christia, Christian? Christian, ja. die dat er in de keuken stond, ja, gaat er dan al in een gebeldse van <laughs> We komen eraan! En die zo... <laughs> ja, ja. Ik heb al op tafel klaar Zo kop, maar al binnen ook zo. Ik dacht al direct zo... Wauw, man. Ik ben nog... Ik, ik, ik doe dat nooit. Ik zou die ene zijn dat je gewoon mee gaat aanschuiven. Ja, ik heb normaal gezien ook, Nee, nee. Hè? Maar ik vind dat ook niet erg dat je dat vol een bak... Ik, ik heb dat gewoon nog nooit gedaan. Ik, dat, ik kom daar niet op. Hè? En jij... Ja, jij kent die ook. Cool, want hij Ik heb daar 100, ja. 100, ik zit daar denk ik 150 keer al geweest. En ja. 149 keer heb ik hier inderdaad in de, in de ja. rij gestaan. En hij wist dat. Ik, ik had gezegd: van, oh, Ik kom met een paar vrienden. En dan zei je tegen mij, Eerst met een telefoonnummer. Ja. Belt gewoon, want zei, Als je op die nacht komt, gewoon zin niet druk zijn. Ja. En ze we vannacht een tafeltje. Ja. En we werden goed. er zo binnengezet aan ja. die tafel. En dat was ook keihard Want, want uh, de, op een bepaald moment die zitten ook zotte muziek op daar. En die waren ja. zo allemaal liedjes aan het spelen. Van, zo van die oude tekenfilmreeksen op Antenne 2 vroeger. van ja. Club Dorothée. En op een bepaald moment begint daar zo'n kapitein Flam of zo. Weet en ik begin dat ook mee te zingen. En Iel die Keuken was er ja. aan het zingen. En dat was zo echt zo van: Amai, dat is een zalige keet. En dan kwam die ook zo tegen ons babbelen over, want dat is ook zo'n mega grote ja, ja. fan van, van strip vooral. Kafien en zo. zo dat dus heel dus heel dat is eigenlijk van. een super toffe kerel. En dat was ook, uh, ja, waanzinnig goede spaghetti. Dat is. Ah, wel, ik ben en de enige zo... dat hem opgekregen. Dat kon ik er ook even bij wel... Ik dacht It... met u en Danaldo dat ik ze zwaar ging verliezen, Maar ik heb hem al een kapot gemaakt. En aan ik dacht, een ik was er wel niet bij. Nee, nee, wel... En die eet nog rapper als mij. Is echt? Die eet ja. nog rapper als mij. Ja, ja dat is niet normaal. Ja, je denkt dat ik snel ben. Dat is niks in vergelijking Ik had me een keer er nog ja. niet opgelegd. Of dat was al binnen binnen ja, al ja, ja, En echt... we hadden nog eerst zo'n voorproef. Zo'n pottenken en Wap dat erin. En die dingen stonden daar. En Danaldo was in de helft En je zo, ik krijg dat niet op. En ik dacht: echt come on, man, jij zit Twee keer een maag, hij Loosers. moet dat er toch in krijgen. Dus dat was... Uh, ja, ik vond dat, uh, ik vond dat super. En dat ding was ook lekker, uh, dat we gedaan hebben met dat eend. Uh, ah, ja, oh, de... Uh, Liang's Garden. Liang's Garden, Liang's ja. Garden ja. in de Karel... Nee, dat is niet de Karel-Oomstraat. Dat is de Generale Manstrad. Manstrad ja. in Antwerpen. Ja, dat, dat was, was ook heel super graaf Supergraaf. Ja. Ja, want ik weet dat ik ze ook nog eens... En dat is ook een van mijn lievelingsrestaurants, dat is in Oostuinkerk. Even, is, ah, de Mikke. De Mikke, ja, ja. dat is van Daar ben ik de de toen vier keer voorbij gereden. Ik niet en niet binnen geweest. Ja, ik zat er met vrouw en kind en dan, uh... en dan is de lol eraf, dames en heren. <laughs> en ik heb elke keer er voorbij gereden, elke keer misschien <laughs> kon u denken. Uh, um, dus ik ben er niet gewoon eten, maar ik kan het al wel beschrijven. Het, het past weer perfect in alle andere dingen dat de William ons meeneemt. Het ziet er uiterlijk een taverne. Ja, ja, dat is echt... De, de, die die ja, de, de glitterende glamour zit duidelijk op het bord en nergens anders. Ja. Maar dat ja, vind ik fantastisch. zal eerlijk zeggen, op bord is het ook weinig glitterende glamour. Hè? Dat zit een houten plank ja. met, met een stuk vlees op en friet erbij. Maar... Ja. Is, ja. dat is, ja. van, is dat ook van de Van of niet? Nee 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 nee, die dat vlees komt er is, uh, die is ja. die dat komt geloof ik uit Muscroon geloof ik. Als we het. En die dat komt gewoon als een uh, halve koei binnen en die Ja. Ze en... dat zelf. Ja. Dat is, maar dat is dat is een fabriek, hè, man. Dat is niet ja. die hebben 150 tafels. Zit altijd vol. Kun je die ja. reserveren gewoon aanschaven. Ja. Dat is bangelijk. dat is we Dat dat moeten we doen. Moeten we doen. Want ik weet dat je dat veel doet, maar reden je echt nog altijd zoveel daar toe, Speciaal voor te gaan eten? Ja, ik durf dat wel, eens. Ik durf wel echt. Ik durf dat, nou, dan, allee, als je naar de miekje zou gaan, dan ga ik dat nou niet alleen doen. Dan is zou wel met een maat of zo erbij die dat dan ook ziet ziet om net te doen. Maar zo, soms. Ja, ik zie het nog bij klak. Ja, dat is Brussel. Rijk je ervoor naar Brussel. Uh, rijmenam voor Rubikjes. Ja. Uh, veelvoorde voor de paardensteak, ja wat je dan lekker. de hoershuis ja, ja maar dat we deze deze week een benefiet voor allee, ja. dat was voor die is een dochter zo hè, voor, ja. dus dat is, dat is ook zo'n uh, kaart we hebben van de week een benefiet gespeeld voor wat was dat kids Kietfonds. kidsfonds ja en dat, was ook, hè, dat is eigenlijk via hem gekomen hè, ja. dat wij dat toen door daar te gaan eten dus zijn ik, ik ook al twee keer geweest nu met jullie en dan is voor de Xander uh, was ja. dat toen ook we waren er ook gezeten en dat is ook super lekker hè Paardensteek. En dan, ja. zegt, want je, je eet heel graag en, en je eet ook graag goed, maar kookt jij zelf veel? Ja, ik doe dat heel graag. Ik kook ja. heel graag. Zelf. Ik doe dat meer en meer. Maar ik moet wel zeggen, ik, ik kook nooit niet zo worst met patatten en bloemkool of zo. Dat, dat is niet om mij besteed. Maar dan, joh, ik maak heel graag bijvoorbeeld uh, fajitas of zo, Mexicaans. Uh, ja. joh, zo ook daarin zo de, de iets specialere dingen of zo kook ik dan. Ja. Um, ik, maar ik doe dat wel echt graag. En wat mocht jij dan nog? Als je zo fajitas en, en wat Fajitas, eh, uh, wat mag ik nog allemaal? Ze uh, zijn ding. eigenlijk de enige van ons allemaal dat bananen nooit kookt. Is het echt? Dat is bangelijk. Ja, nee, ik kan dat wel. Maar niets. Ik ben niet slecht, maar ik ben niet zo. IJs veel beter, die kookt veel meer. Maar ook. jij kunt waarschijnlijk zo heel veel dingen smaken. Ik kan niet zo heel veel maken, maar wel de paar dingen die ik kan maken, kan ik wel goed maken ja, of Nee. Ja, wow, dat is goed koken. Hè. Ik heb leren koken met de muizen Ik kan al die boeken maken. Ja, en als je al die boeken gemokt hebt, dan heb je natuurlijk wel wat gedaan. Maar... Ja, ja, nee, dat vraagt dan... mij niet om spinazie te koken. Want ik zou bij God niet weten hoe dat, dat moet. Al ik weet wel hoe dat, dat moet. Ik ben verslaafd om YouTube-video's over koken. Ik ken dat met Njam ja ik geef dat niet graag, ik, graag ik, toe ik, ik, ik geef dus dat dus niet graag de... toe maar ik zie dat echt graag. ik word al rustig ja, de, de van de Garde van Gert dat is sowieso het beste tv-programma die de laatste 50 jaar gemaakt is <laughs> Misschien dat is een nog het, bold statement ja. maar uh, oké okay, cool dat is, dat, is, dat is fantastisch Als heb je zo al heb je dan al dan al eens de Garde van Gert gezien ik heb al wel veel Njam gezien, maar dan nog. Nee, maar de Gerde van Gert, als je door de wand heen zit, want er zit zo, ik weet niet welke wand dat is, maar er zit zo'n wand. Je moet door de deur en De vierde wand. Je zit mee, dan is dat onvoorstelbaar hoe hij het tegen die gasten doet. Ja, ja, ja. Dat is dat dat kan. Er is een podcast, een georchestreerde Ja, ja, die doen maar gewoon, hè, de Gert? Dat is waanzin. Ja, ik moet zeggen dat ik veel voor die je vind, gekregen heb. Door de garde van Geert. Omdat ja. je dat ja, zo'n verfrissende TV vindt. Ja. Dus dat zou overdrijven: dat is het beste programma ooit. Want dat is dat natuurlijk niet. Maar en dat is de wel... woorden worden al terug ingeslikt. Nou, we gaan oh. ze hier ook nog niet bij. <laughs> <laughs> Wacht maar tot dat ga hier buiten zijn dat er dan gokken gezien worden Gert late night Spill de beans Ja, ja vertel dat Vertel er, dat je hebt daar een week gezeten Op die in boot In het he? eerste seizoen Heb ik daar een week gezeten En dat is fantastisch En Wat je dan was er het er Dat gedaan? ik bij verlof ben geweest De voorbije twee jaar Serieus Echt waar Ik heb er, oh, ik heb er een week gezeten En was 30 graden Elke dag Ik had daar eigenlijk alles Wat ik nodig zou kunnen hebben In mijn leven Snap ja. Er was Iemand die kookte. Ja. Er was een barman die, die van alle drankjes maakte. Ja. Er was een soort concierge aanwezig. Ik had een kamer met een groot bit, een Airco en een tv. Ja. Maar hier moet ik eigenlijk niet hebben. Zo. Er was de Jacuzzi. Voilà. Voilà. En, 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 ik zat en, op een boot. Ik voelde mij een olie, in Nice ofzo. Dat was fantastisch. En wat, wie zat er allemaal mee op bij u? Wie was er toen allemaal? Uh, dat was met Marguerite Hermans en Riek Verheijen. Okay. Maar die, die waren die, die, die Not de super... sexiest bunch. <laughs> die hadden elkaar werk, werk Zo Een paar lekkere wijven erbij was misschien nog net dat... iets leuker. Oké, okay, dat had misschien ook nog gemugen. Ja, Dat nog Dat je zegt dat je alles had waar je blij ja, mee kool okay. zijn, dan, ja. vind ik, dan vind ik. Zo. Allee, ik weet dat niet, maar Hermans, misschien is dat wel een. Uh, ik moet zeggen, die, de, dat mens is zo rookkleurig. Okay, die is wel cool. hè? Die is graaf, ja. man. Ja. Ik heb die ook ontmoet en ik vind dat wel een heel, een heel toffe zo. Dat zegt een, ja, en die, ja, die zegt ook alles wat ze denkt. Hè. Die kramt het gewoon, hè? Ja, ja. Do she doesn't give a fuck. Nee, gewoon. wij zijn eigenlijk braaf gewoon shit. in vergelijking ja, met wat dat die zegt. Dat want iedereen had zoiets, ja, ja, hè, dan Alex met zijn grof gebekt en zo. Maar dat denk ik in het dagelijks leven eigenlijk helemaal ja. niet. En dan stond ik er neffen en wat voor praat dat daar, uitkwam kwam dan ik. Stond er echt zo van, en die had haar dochter bij toen, want die ging een liedje spelen. was ook op Van Gils, en, en uh, die dochter is een identieke kopie van haar, hè? gewoon jonger. En dat was, dat was freaky gewoon, want die dochter is ook zo. Dat is ook zo wie een die gewoon. Poof, die die zegt gewoon wat dat doet. Dus die zijn met twee tegen elkaar bezig en ik zat daartussen en ik had zoiets. Man, ik heb hier niks te zoeken <laughs> op gebied van uh, grof gebikte uh, grote mond. Uh, ik stond die... ik gemakkelijk op de derde plaats. Ik bij die, vind die, bij die mega graaf Margriet Hermans. Ja. Echt waar, die is, die is zo rock en roll. Ja. Die is gewoon. Ja. Wow. Ja. De, die trekt er eigenlijk van niks uit nee. Wat die, doet hij eigenlijk nog? Goh, die die maakt nog platen. Die, die, die een tijdje geleden nog een plaat gemaakt. En die treedt nog op, denk ik. En, maar die, oh, die heeft ik ook een eigen fans. Ik een, fan een duetje bij het. Die ja, ja een dat, 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 komt eraan. dat komt eraan. We zijn eraan aan het Alex werken. En Alex en Margriet. Alex en Margriet. Dat zou wel bij zijn. <laughs> Too heavyweights. <laughs> <laughs> oh, he made the fat joke. Oh, maar die eh. kan daar ook echt wat, mee lachen, zeg. Ja, maar die... die... He, weet je wat die, he? die ook Die heeft een waanzinnige lachhoek. Ja. Als ja, die dat lacht, ik. dat is echt een klok, man. Dat Zalige. je denkt, holy crap. Ja, ja ik vond dat ook wel. Cool. Die is dan dus aan mijn... een show komen zien in, in Oud Turnout en ik wist dan nog vaag weet dat hij kwam. Ik kom naar het podium, op, ik vertel een grap en ik denk: ja, daar zit ze. Ja, ja. <laughs> ik wist dat direct. Die herkende tussen. maar Ik ken, ik ken, ik ken ook een paar mensen die dat ik zelfs heb gehoord in het Sportpaleis. Is dat echt? Ja. Ja, je hebt zo, ja, dat zijn mensen die niemand kent hier, maar jij kent wel, Anne en Erica, ja, 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 ja. Maar die wel aan in Erika, de wulfzussen. Maar het met twee lachen, dat hoorde echt letterlijk <laughs> tussen 15.000 man in die gehoord. Dat je echt zo ja. weet van oh, die zitten hier. Ja, dat is, dat is heel raar, maar mensen hebben soms zo'n onwaarschijnlijke lach, ja. ge gekende lach. Uw vrouw bijvoorbeeld, die is ook zo iemand. Die heeft ook zo'n lach. Ja. Je hebt zo bepaalde mensen die. Die gewoon zo. Hier hard... wordt weer een muur doorbroken. Hè? Andries Bekkers blijkt dan toch hetero te zijn. <laughs> het, is, het is gebeurd, dames en heren. Andries Bekkers begat ze beetje op haar bakken Ze <laughs> nee, wilde ja, gaan ja. nog in haar stoel terug naar een manotte gerold worden. Hoe zit dat hier? Oh. William, William, ik blijf professioneel. Ja. <laughs> ik heb een ondersteunende rol ja, 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 in deze ja. productie. En de productie gaat voor. Ja, inderdaad. <laughs> Boven alles. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oh, het cool. Ik blijf wel kijken, staren dan. We worden de kookboeken. Dus we kook. Voilà, kijk nog eens wat nog de kookboeken intussen. Ida, uh, merci voor de reveal dat we hier niet bij mij thuis. <laughs> oh ik voel me schuldig nu. Ja, jij hebt zo'n spoiler weggegooid Ja, zo. ik heb ik heb. Jij zet je neer en dan Jij zet je in en dan zeggen ja, Han Solo, die god doet he. In The Force Awakens. <laughs> ja, achem hem na nog niet gezien hebt. Ja, echt. Ik bedoel, dan is het echt belachelijk. Maar um, je bent ook een grote game-fan. Ja, jij bent dat een, een, jij bent een, heel erg een gamer. Ja. Um, is, dat, is dat iets dat ook begonnen is vanaf dat je klein wordt, Of... of wat wil je daarmee zingen, Alex? Ja, alleen echt kleiner. Ah ja? Toen je nog in een vingergoed paste, een klein duimpje. <laughs> hè, voor je de zeven mijlslaarzen had gestolen <laughs> van de slapende reusje, je kleine klootzak. Nee, nee, maar... <laughs> nee, dat is, dat is echt begonnen als ik een jaar of vijf was. <laughs> Zo het hetgeen dat ze altijd... Toen jij nog klein wordt en dat jij dan denkt... Fuck you. <laughs> Fuck you, bitch. Dat is oh. elke ochtend. En met wat was dat? Met wat begon dat bij u? Ik, bel, ik lag toen in het ziekenhuis, hè, voor mm -hmm. lange tijd. En die hadden zo'n Sega Mega Drive. Met okay. Sonic op. Ja. Yeah. En dat was de bedoeling. Die, was op de, de kinderafdeling, dat die van kamer naar kamer ging. Maar ik lag daar zo lang, dat hij op den duur eigenlijk altijd bij mij stond. En ik was er zo hooked aan, man. Ik kon, ik kon ook niks anders doen, behalve daar. We moesten liggen en... Oh, ik kon een boek lezen. Maar ik je vijf. Yeah. Hoeveel boeken kon lezen dan? Ja. Yeah. Dus ik begon ik zo wat te gamen en dat was, dat was fantastisch man, dat was, echt, dat was voor mij echt een soort vrijheid daar. Ja. En dan hebben mijn ouders dat voor mij gekocht en dan, uh, dan is dat zo wat gelopen ja. Dat is echt een passie geworden. Ik, ik draag dat heel hoog in het vaandel, omdat voor mij is dat... dat is een medium gelijk als alle anderen. Dat is gelijk ja. muziek, dat is gelijk als literatuur. Like films. Succesvoller dan ze allemaal trouwens. Okay? Ja. De gaming-industrie is de industrie. De meer mensen dat doen dat, en het is Dat is populairder dan films, dan ja. muziek, dan alles eigenlijk. Hé, dus de sector is groter dan de film en de muziek tezamen. Samen, ja. Tegenwoordig is dat ook dat is niet moeilijk. Alleen, filmindustrie doet het denk ik nog wel goed. Hoewel dat je ook ja. wel kletsen krijgen van downloaden en dat soort dingen. maar... Maar uh, ja, de muziekindustrie. Dat is in een grote. De... Dat, is, dat, is dat, ja, dat is een whirlpool in een toilet. Hè. Dat is wat dat, dat is. Je zit er nog te zien en je ziet dat feur je ogen verdwijnen. verdwijnen. Terwijl games, ja, natuurlijk. Dat heeft nog dat, dat voordeel. Dat kun je niet illegaal zomaar ergens opzetten. Je moet dat kunnen spelen. Hè, dat ding. Dus dat is dat het ding. Uh... Wat... Ja, je... ja, natuurlijk. Je kunt op je PC je dat allemaal nog. Ja, mm -hmm. Je kunt wel games illegaal spelen. Ja. Maar ik merk wel dat er. Dat dat een andere soort markt is op een stuk of zo, snapte die, ja. die, die marketing er rond ziet. Uh... <laughs> Wat hebben we opgezet, Andries? In Alex's ja. kamer. Andries was. Uh... <laughs> nee, ik was, ik was eigenlijk ontzien over games en over de game-industrie. En dat is eigenlijk uh, je 5G. Ja. Dus uh, ik, kon, ik kon ervan uit dat dat de uh, overtreffende trap is van het huidige mobiele systeem dat dat eigenlijk het geen willen ik zit er op ontlezen dat 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 eigenlijk de game industrie nog zou vergroten omdat het dan dat zij op cloud basis kunnen doen. Dat was ik eigenlijk aan het lezen. Oké en ja, ik zit een technologisch randdebiel, dus enlighten me wat is dan het verschil of wat gaat er dan gebeuren? is nog sneller qua internetverbinding. Ja, om te streamen, vooral dat streamen dan dat je dat kunt uh, dus dan stream de games eigenlijk ook? Dat, of, of... dat zouden dan kunnen. Ja. Dat, dat kunnen nu in principe ook al wel. Mm -hmm. uh, wat bijvoorbeeld heel veel gebruikt wordt. En bijvoorbeeld een Twitch. Dat is eigenlijk een, een soort platform waarmee dat je streamt wat er op uw scherm gebeurt. Je zijn een game aan het spelen. Je streamt online en iedereen kan meekijken. Mee. Ah ja, oké. Okay. Ja. Maar dan zouden dat bijvoorbeeld via mobile ook veel gemakkelijker kunnen. En zou die resolutie hoger kunnen zijn, omdat dat sneller gaat. Ja. En zou er bijvoorbeeld uh, een game dat je thuis hebt. Dat zit je dan op een soort cloud. En dan kun je zien. Oh, ik, moet, ik, moet, ik moet weg. Mm -hmm. oh, bon, ik kan voortspelen op mijn GSM. Ja. En ze die onderweg op uw GSM ja. een game ontspelen. Oh, maar wat Die dat... dan aan dezelfde kwaliteit ongeveer. Eigenlijk wat... Dus ja. Netflix en Spotify. Het ja. is al gebleken dat dat nu lukt. Maar Verus 4G voldoende. Maar voor games. Ja. Ja. Dat, dat is dit... meer data. Hè. Ja. Ja. Dat is nog meer. Ja. En ze willen eigenlijk dat succes van Netflix en ja. Spotify. Willen ze op... En dan denk ik dat het. Uh, dat ik van de dames, want ze willen ook meer en meer. En dan van... komt de apocalypse. Ja, <laughs> ja van die consoles. <laughs> ja, van die consoles vanaf, hè? Ja. Ja, een stuk wel. Ja. Ja, ja. ja. Wat ik heel jammer vind. Ja, he, ik ook, want vind... jij verzamelt dat ook, hè? Ja, jij ja, verzamelt ik een... ook oude consoles ja. en zo. Wat voor, wat voor dingen verzamelde jij dan? Uh, ik verzamel voornamelijk uh, Nintendo, dus de NES, he, de ja. Super Nintendo, um, de Game Boy. Ja. Verzamelt... oh de Game Boy, man. oh

The <laughs> shooting your father with arrows on the privy, but <laughs> <laughs> the one chooses the wizard arrow. I don't know why I that the. Bow, bow, <laughs> <laughs> You think me a conjurer of chief tricks? <laughs> Peregrine took. And Mary had a buck took Who? Who? Maar um, dat waren die, die, kleine, die kleine spelletjes. Zo, um, van Game, Nintendo. And watch. Game and watch. Die je ook kon openplooien. Ja, ja, ja. De, want het gaat er eerst gewone, ook die je Nog niemand die een openplooien. Ja. Dat was Donkey Kong. Dat was ja. nog een hele chique. Dat was zo, wow, dat is een dubbele. En je kon van dat één scherm naar dat ander. Dat was bij ons al zo dat zot, onwaarschijnlijk. Je kon je eigen hebben niet inbeelden ja. dat dat kon. Ja, en ik heb toen, uh, wat heb ik, ik gekregen? Donkey Kong heb ik, ik gehad. En. en nog één of twee. zo, zo ene dat de, dat is een brandend gebouw springen. En je moet zo met twee, zitten zo twee brandweermannen. En dan moeten die proberen die. Nee, te nee, vangen. Zo. Uh, ja, is, dat is zien sinds zo'n Game Watch, man. Ja, die in Oranje, dat was Donkey Kong. Dat ken ik niet die dat je hebt ja. Oranje daar. Maar je hebt twee Donkey Kongs, ja? Ja, je hebt Donkey Kong 2, dat was een bruine, denk ja. ik. Hè? Die, ik denk dat dat die is die je zo open klapte. Ja, 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 dat was Superman. Ik vond dat cool en dan je gaat het ook zo weer mee, dat je een duikerke wordt en dan zo'n octopus die je nu ja. probeert te pakken en zo. Zo echt zo van die kaatoffe dingen worden dat. En ik cool. weet toen nog dat mijn ouders zeiden van, dat is het einde van de wereld en de jeugd zit dan helemaal <laughs> nog een kastje te zien. En dat was dan hetgeen dat, dat, dat hun ouders waarschijnlijk tegen hen zijn over de tv. Ja. En wij kregen dat met die games van, ja, nu is het echt gedaan. Het einde van de civilisatie is naar Dat zijn dezelfde argumenten die voor elk medium gebruikt. Nu, nu ook weer, hè, met, met een smartphone, zie, hetzelfde, net hetzelfde, met hetzelfde. Ja, net hetzelfde. Ja. En, ik, en ik vond dat ook, wat, wat ik wel heel cool vond vroeger. dan was, was ik zoiets naar Amerika op verlof geweest. Uh, naar, naar Florida met mijn, met mijn papa. Murke En uh, ze hadden daar zo'n arcade hall. En dan zing ik er zo van ah, die spelletjes gewoon cool. spelen. Ja. op zo van die gigantische bakken zo. En dat was, ja, toen waren die graphics waanzinnig. Als je die nu ziet, is dat van een knulligheid dat je ja, kunt ja, beelden. Dat, dat vind in... ik er zo col. Dat veroudert soms heel slecht, maar soms ook heel goed. Ja, ja, ja want soms. Dat, dat merkte ook dat een gameplay nog altijd belangrijker is dan graphics. Hè. Soms, Absolutely. als je goed, als dat speelt. Ja. Doet dat er niet toe, dat dat er niet zo supergoed uit ziet dat is zo. Terwijl dat ook games zit die waanzinnige graphics hebben, maar die een gameplay sukt zo hard dat je dat nooit niet meer speelt. Hè. Ook... Dan kom je in het rayon van de casual gamers. Ja, inderdaad. Mm. Ja. <laughs> ja, dat, ik moet wel toegeven, ik ben wel een casual gamer. Je een ik, casual? Wat ik, ik, je? Ik, ik hou van games, maar ik ben ah, er niet goed in. Hè. Dus ik, ik, ik speel dat nooit op een hoog niveau. Ik ben altijd in die, die easy doet, of soms normal, maar nooit nooit extreem, nooit hard, ik, 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 ik heb geen geduld. Ja. Ik kan niet 4000 keer dood gaan voor ergens deur te geraken. Ik heb zoiets, nee nee, ik moet daardoor. Nou, dat kijk en word je dan kwaad? Ja, dat extreem. Ik smaat ook met dat kastje en zo. Ik, werk, ik weet niet okay. hoe Christje, ja, ik kan ik niet tegen mijn verlies spelen. Ja, dat of moet je niet hit. doen. Wij wil, ik wil vrienden blijven met William, dat William. Dat gaan we niet doen. Wij moeten aan Malta blijven. Dat zegt niet toch. Of... Je gaat zo wegwandelen in mijn huis, toch gewoon in brand. Ja, dat ik zo. zo. En ik kijk ook niet achteruit. Ik kijk, niet achteruit. ik kijk niet achteruit. Dat ontploft achter mij. En ik blijf in de camera kijken terwijl dat ik traag wegwandel. Dat is een beetje wat dat gost zijn. Nee, dat komt niet goed. Ik wil dat wel doen, maar gewoon puur voor de zol. Dan mag ja, natuurlijk maar... Want ik weet nog dat ik bijvoorbeeld UFC vond ik heel plezant toen dat uitkwam. En dat ja. hebben wij tegen elkaar gespeeld. Maar op een of andere manier waren wij zo om elkaar gewacht dat dat respectvol bleef of zo. En, dat ah, ook... ja. en ja, de Andries is ook echt... Ja, een van mijn beste vrienden in de wereld. Dus je wilt dat ook niet dat dat nog de klote gaat. Ja, die. Dus dan probeer ik me nagenoeg in te houden. Maar als ik dat doe met iemand die mij minder ge... <laughs> He, zo, die minder na aan mijn hart ligt, <laughs> dan denk ik, fuck you, dat goeie key dat kasketing is in de kap. Ik zal dat ook maar niet toegeven, zeker zo. Wat? Gaat mij altijd laten winnen of vast? Nee. Ah, zeg, oh, dat, dat zegt, dan zal een schooi vliegen in de vriendschaps. Uh, dat je uh, gewoon uh, zo'n 2-3 seconden stilte net in die podcast ja, ja, En dan wordt dat zo uitgetrokken en zo. Welcome to the AA, gecanceld <laughs> wegens uh, artistieke meningsverschillen. Ik, ik ben eigenlijk vooral uh, geminderd met gamen, heel raar, doordat ik wel veel cooler vond, dat was namelijk online online spelen, ja? he, dat als je dat begint te doen, dat is een wereld dat open gaat, dan ja, speelde, dat is, speelde dat is, eigenlijk dat. Dat nooit nog gewoon, he, offline, maar dan, dat niveauverschil was zo verschrikkelijk, want dat UFC spel was, was ik bijvoorbeeld wel goed, allee, vond ik, maar dan ja, zit het echt, allee, ja. dat heb je nog nooit niet gedaan. Ja, ja dat, ik maar vind is, dat wel ik vond iets ik vond, interessant. Die, ik vond die kick wel heel cool, van online, gaan. Zo, dat is veel toffer, of dingen, want je weer. Hey, Black Ops, dat heb ik ook een paar ja, keer Call of, Duty. Call of Duty. Maar als je daar online gaat, dan... Ja, ja dan je het even geknald door twaalfjarigen. Ja, dat is cool, hè. Wie zei dat nou weer al zo? That's when the Koreans start playing. Dat eh? is zo'n so een of andere... Comedian, dat zegt zo. Ik denk dat dat zelfs ding is. is uh, ik denk dat Bill Burry is of zo. Ik weet niet meer. Net je zegt. Uh, Some little Korean kid took out my entire platoon last week by himself in 10 seconds. Of zoiets. Ja. Zodat hij compleet genookt werd. door zo'n een, een 11-jarige Koreaan zo. Dus dat is, dat is wel zo. Ja, ja ik, dat is er wel. Ik heb mijn eigen ook altijd toen wijsgemokt. Zeker met dat UFC-spel. Want ik vond echt dat ik dat goed kon. Maar ik was zoveel trouw, en ik heb langzaam naar nagedacht dat dat kwam door een internetverbinding. Maar dat zal het niet gewissen. Hè? Ja, dat, dat kan in principe, maar dat kan slechts. Maar dat is gewoon, ja. Jij zit daar gewoon van tegen een computer te spelen en die speelt op bepaalde manieren of zo, snap je? Dus daar worden goed in past je aan op dat niveau, maar als je nou heel veel online gaat spelen, worden jij ook beter worden ze. Wat maar dan worden je weer misschien slechter spelen tegen de Alex, omdat je, omdat je helemaal anders waarschijnlijk speelt. Omdat als jij veel speelt, is dat waarschijnlijk mm -hmm. tegen de computer. Ja. Dus je wordt op dat niveau. De computer denkt anders dan een mens gewoon. Ja. Dus je gaat leren om daar tegen in te schatten hoe dat moet. En als jij veel online speelt, dan je gaat denken op het niveau van een mens. Dus ik kan weer een heel andere uitkomst geven. Ja, wat bij mij er zo super om was. Zeker omdat UFC-spel is. dat ik, vroeger, ja, ik was vroeger een uh, zeer eenzaam kind met weinig vrienden. En, uh, en ik vond dat er nou, even kom, bij zeggen. Ik ben uh, de club. Ja, dank je. En de uh, ik ik. Andries ik en ik. was keihard populair. <laughs> hè? Dus ik weet niet waarom dat Waihout-maten geworden zijn. Maar het is omdat het zo'n ontoffen is. Hoe kinderen was... we wel elkaar? <coughs> dat wil ik niet wel weten. Um, Gewoon dat wij elkaar hebben leren kennen was eigenlijk via de fokken. Okay. En Fokke was heel erg bevriend met hun twee En ik denk de eerste keer dat ik. Ik denk dat ik Sabrina al wel eens een paar keer gezien had. Voordat ik de Andries had leren kennen. Want die was heel veel op tour toen. Die zat toen uh, in de setup. Ja. Hardcore. Ik ah, sorry. nog, ik nog een Ze zaten daar precies over aan. Babbelen ofzo. alsof je er niet bij zijn. Maar dat was mijn ervaring. We zijn ooit eens samen op de cinema ik geweest. Ik luisterde altijd naar jullie Myspace-pagina. Serieus? In de setup. Alright. Ja. cool. Zo zie je maar weer. Hoe cool was Myspace? Ja. 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 Ik vond dat mega cool. Toen, het, het, leven, me toen het leven nog simpel was. Toen de sociale media nog eenvoudig was. Toen dat, sorry dat ik even. Myspace, uh, dan word je bevriend met iemand. En dan was het eigenlijk de gewoonte dat je op die wall die wat complimenten gaf. Ja. Hoe gay is dat? Ja, ja, ja. ja. Dat is helemaal, hè? Ja, dat doet nu ni echt niemand niet meer. Hè? Nu is het gewoon een mogelijkheid om te zeggen tegen iemand. dat je totaal niet kent dat je die het doet. <laughs> ik had, dat zegt hij toch. Uh, omdat hij een muziekje maakt dat jij niet zo leuk vindt. Dat is wel <laughs> goed. Dat je zo. Dat je soms het, dat het niveau van vitriol dat je soms krijgt. Dat je echt denkt. Ik weet niet wat er misgegaan is in ah, leven, vriend. Maar ik heb nog nooit een komiek zo hard gehaat. Dat ik. Allez, niemand eigenlijk. Ja, ik denk, ik denk dat, ik, dat ik dat soort haat reserveer voor iemand dat mijn dochter iets aan doet Maar niet voor iemand die. ...iets maakt dat ik niet leuk vind. Ja, iets vertelt dat ja, ik niet leuk vind. Ja, dan denk ik, wat? Hey. Maar uh, ja, we hebben elkaar toen... Uh, ...leren kennen met naar de cinema te gaan. we zijn toen Shrek samen gaan zien, denk ik. Ik denk dat jij daar toen bij wordt. En ik weet nog dat ik zo kei geïntimideerd was... ...door de nandries. Ik had toen echt zoiets van... Maar jongen, dat is zo'n ja, zo uiterlijk, waar ik van dacht, precies zo weinig waar je zo geen zeven mee wilt. <laughs> maar dan, hè, dat, dat is eigenlijk een kei lieve, maar je ziet er dus zo. Het, hè. Dat is zo dat is en dan zo... kookt hij in het pascondensus. Ja, dat was nog niet toen, want toen kookte die nog niet. Toen eh, was het toen de eerste paar keer dat ik bij u ben komen eten, was het Sa Sabrina die eten mocht. Die kan zo drie dingen, hè, en dat. Dat doet hij dan ook wel goed, maar allez, ik weet niet hoe Ja, die meuz, ik heb die muisboeken boeken erover gekocht. Hè. Ja, 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 ja. Ik kocht die ervoor, omdat ik dat, ik bedoel... Dat maar, je zoiets had zo'n wijf, maakt, maakt eten. Mocht hij ziet anders. <laughs> dan komt het, kom het wel op neer en, dan, en dan, be, dan bleef dat er weer zo in de kast staan en dan bepaalde mijn avond... het pure zelf Het pure colère is ik er aan begonnen en dan weet ik dat ik nog naar Jasmin gebeld heb. Naal ik zijn vrouw omdat er stond... En deze is echt waar. Goh, deze is kei-funny. Ja. ja, dat is echt, is echt, echt waar. waar want ik bedoel, ik kon hier niet goed, ik kon hier niet goed uitkomen. Maar nee, ja. maar dat is wel een goede verhaal. Maar het Misschien dat eerlijkheid wel het wel geapprecieerd wordt. Het kalf is uh, al verdronken, ze uh, bekker. Ik heb, ik heb toen gebeld naar Jasmin met de vraag, want er stond bij een teentje look. <laughs> oh nee. Ik kan... Oh. Verteld. Verteld. <laughs> ja, ik wist niet wat dat was, een teentje. <laughs> Gedacht, moet ik daar even maar een tien liggen om te zien of dat de correcte grootte is ofzo. Heb dat gesneden met een nagel, moeder dat, dat marchair? Dat is fantastisch. Oh man. Oh man, dat, dat is echt wel, niet eerder, is wel, Ik ben heb... wel krediet ik... aan Jasmin, hoe ja. die heeft dat echt heel seren afgehandeld <laughs> en die me echt iemand waardig laten doen. Ja. Ja. <laughs> ja. En dan heeft hij tegen mij gezegd: wilde weten wat je na nou heeft gevraagd. <laughs> maar dat was wel funny, want ik, ik vond dat aandoenlijk dat vooral, omdat ik ik zo, ja, we hebben soms Iedereen heeft soms zo van die momenten dat je zo echt iets heel obvious niet weet. Ja, ja. Nee, dat, dat andere dat mensen denken: zo, ja. oh, hoe kan dat nou? Dat gaat dat, gaat dat niet weten. Ik heb, ik heb ook, um, ja, er zijn zo van die dingen gelijk. Ik heb dat bijvoorbeeld ooit gedaan. Dat is een moment van achterlijkheid dat je banaan niet aan kunt. Hè? Dus <laughs> dat was, ik, ik wil dat gewoon even levelen, want dat wil, dat, dat met die teen, Sava, deze is echt borderline retarded eh? Wij We waren allemaal eh, aan met zo, um, op een teppanyaki en daar was met allemaal tezamen samen waren wij zo het vlees erop aan ja. het bakken, en er zat een ei bij met spek rond. Zo'n hart zo'n Nee ei. geen hartgekookt, nee. een ei gewoon een ei in de schaal nog een gewoon, eh, ei, ja. een gewoon ei met een rolletje spek rond. En ik heb het er gewoon zo opgelegd. <laughs> En iedereen zat zo naar mij te zien we we gaan aan het doen En ik had zoiets ja, joh, dan moet dat er maar op liggen totdat dat een gekookt ei wordt, <laughs> En iedereen had zo weet, moet dat ei breken, en men, dat is een spegelei met spek, debiel. <laughs> oh maar zo, God. voor heel de tafel was dat blatantly obvious. En voor mij was dat zo, gewoon dat ei erop liggen. En iedereen oh, dat, dat, dat zo u aanstaart en denkt, ze gaan dat dat echt is... te loom voor eigenlijk. Ja, dat zijn, dat zijn goede momenten, zo dat je zo doorheeft van, ah ja, zo, we zijn toch niet ik, ik zou, altijd... Ik heb dat probleem niet uiteraard, maar ik, in alle gevallen, dat je zo mee moet doen aan een quiz, yeah. dat denk ik dat voor mij de grootste stress zou zijn. Omdat je, je doet mee aan de quiz en je vindt dat je wel een algemene kennis hebt, maar er is altijd iets waar je niks vanaf weet. Ah hoor. ja. ja. En, er zijn veel dingen waar ik iets Nee, maar zo... Ja, maar de je, meeste dingen... Je is... ziet dat toch soms als je als er zo iemand op straat interviewen, zo... Of, of, of een quiz. Een ja. Dat collectief vlaanderen zegt: je oh, weet dat niet of wat? Ja, 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 en soms ja. gebeurt dat, dat ik ook denk. Ja, ja, ja dat is, ik ja. wist dat ook niet. Nee. Ja, dat snap ik. Ja, inderdaad. inderdaad. Had jij, had jij niet meegedaan, de slimste mensen? Ja, ik heb daar al meegedaan. Maar gaat dat goed gedaan, hè, of niet? Ik heb er drie afleveringen in gezeten, maar dat was een van mijn grootste angsten daar rond, dat ik er niet uit wou liggen na één aflevering. Ja. dat je dan zoiets dit vindt, dan je echt zo de Ja, die gast die er nog in een aflevering al uit lag. Is, ja. is er iemand in nou één aflevering eruit? Ja, de eerste aflevering had er iemand uit. Hè. Ja, ja, maar een nieuwe. De Geubels, hoor. Philippe Geubels, is in één, in één aflevering eruit gespeeld, maar die heeft zo'n goede beurt gemaakt met dat er allemaal door te ja. sleuren, dat die, die heeft toen tegen een Bart Canards gespeeld, Just. maar die wat die idee was, als de Canards zo heel, die wordt heel competitief, de Bart. En ik begrijp dat, want dat zou ik ook zijn. En dan zit er niet funny. Hè? Je... Terwijl hij zat er en niet zo'n Een Die was zo heel de tijd zo ja, heel erg ja. de Filip aan het zijn, Door gewoon heel dat ding erdoor te sleuren. Omdat hij ja, veel van die vragen niet wist. Maar die gaf er gewoon zo'n draai aan. Ja. En die is... Die is eigenlijk bijna instantly een ster geworden door die aflevering. Ja. Stel voor dat hij dat wel had geweten. Allemaal. Ja, had en wie gezien. weet dat hij misschien gewonnen en dat hij niet de helft van zijn populariteit gaat putten. Dat was puur omdat hij zo funny was dat, dat, dat hij ja. bij iedereen is dat blijven hangen. Ja, dus, dus in één aflevering eruit liggen is alleen maar erg. Als je en het spel serieus neemt en dan nog eens een keer niks haalt, wat ik dan altijd denk dat de reden is waarom dat ik niet meedoe. <laughs> ik heb echt zoiets van: ja, ofwel moet ik het er gewoon uithangen en doen alsof dat het mij niet interesseert. Maar ik ben ook zo'n Maar dat was... kan ook zo dubbel uitkomen. Ja, dat kan... Als je dat da zo geforceerd zo. Dan, dan, is dat, dan is dat ook niet cool. Ja. Hè? En tegelijkertijd, ik weet ook dat ik heel snel, als ik iets wit. Want ik ben niet alleen een hele slechte verliezer, maar ik ben ook een hele slechte winnaar. Dus ik ik veel, veel beter in iets in dan iemand, en werk ik ook zo... arrogant, Walgelijk. Dus, 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 dus spelletjes bij mij zijn gewoon niet cool. Dat is gewoon niet cool. We gaan al jaren samen op verlof. Ik en André zijn met, 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 met de kindjes en met een aantal andere vrienden. En dat is letterlijk... Als die een spel spelen, doe ik niet mee. Dan breng ik chips en dan vraag ik of hij iets e willen drinken. En ik kon een boek lezen of ik kon iets anders <laughs> doen. Maar ik doe niet mee. Ik, dat... De Andries heeft mij dat ooit eens verteld. Ik vond dat bangelijk. Vooral dat hij inderdaad ook zei: Samen oh, op reis. En je is ook. Dus spelletjesavond is, dan moet je in de zet om een boek lezen. Want die is in staat om, ik weet niet, twintig jaar vriendschap op het spel te zetten voor toch wat te winnen met Monopoly. Ik, heb, ik, weet, ja. ik, ik weet dat we ooit is uh, maar dat weet ik niet meer waar, dat we gingen minigolven, dat was ergens. <laughs> <laughs> en dat uh, oh. en, uh, en er waren we met drie of zo. Of in ieder geval drie, dat ik me herinner. Ik, uh, hem, en dan de, de Jan Vermeer, de Jan Vermeer van je. Goefer in de Notte. Oh ja, ja, ja met en, en ik, gasten de Jan. Toen niet! Ja, maar, maar ik denk dat de Jan, de en toch op dat vlak -like dan nog net niet goed genoeg kende en zijn eigen persoonlijkheid liet primeren op de DAF vaat. En, en ik weet, het ging, ik zal het eerlijk vertellen: dat het was, ik was ontwinnen, en ik, maar ik was gelukkig. Dat was wel goed. Ik, ik was te verveur. Ik had een goede dag, dus ik ja. deed eigenlijk ook niet meer mee. Maar het ging over die, die laatste plaats. Oh nee. En die Jan, ja, dat interesseerde je niet. En die begon toen ook zo... Um, ja, wat te jennen, hè? maar zo, dat begon zo heel kalm. En dan een beetje meer, en een beetje minder. En die begon dat in de mot te krijgen. En ik herinner maar zo'n moment, en ik moest er altijd aan denken, want dat, is, dat komt in die <laughs> train-spotting-film, komt dat ook. Dat is zo dat moment op tinder dat die een... Weet ba ba yeah. je, een Bigby? big Bigby, weer En dat je dan op de achtergrond zo iemand zo... Do... se esprinhas do... Stop hier met. moment, die gast was ik toen op die mini golf weet, hij was al heel tijd, en ik zei bij de alles al zo wat ouders weten. En ik zei ook al die handjes die al zo iets te gespannen rond dat clubje gingen, is een zweetdruppel, zo vast om ook niet alleen op een bal te koken. Ja, ik heb overwogen met de met de nog een kap te gaan. Is dat En daar zat ik daar gaat hij bij mij. En dan heb ik zo erg hè ik wel tussen de holes even in een paard gepakt. En ik, Jan... zie die, en ik zie die hè de Jan, dus ja. dat heeft daar niks mee te maken. Dat is zo erg is dat. Ja, ja. En dan zeg ik even tussen de holes, heb ik toen wel even gezegd... Uh... Ja. Maar die, die had dat niet door. Hè. Die dacht ja. gewoon, joh je zit wat op het kap en uh, dat moet we wel kunnen. En dat is wel grattig. Hè. Ja. En ik zat er zo, Stop, stoppen, stoppen. Gewoon uh -huh. niet doen. Niet doen. Alex uh -huh. takes it too far. Ja, uh -huh. Dat is vreselijk. Vreselijk is dat. Zie je, maar je dat dan ook met mee comedy? Um, Want, allee, in in niet Ja, Alex, we er niet lullig over doen. Jij zit de gruutste, ja. Als jij ja, dat maar niet ja. zou zien, ja. hoe, 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 zou je, hoe zou je je dan voelen? Ik weet het niet. Ik weet dat niet, omdat ik wel um... maar maar ik met kameritten je... Hoe ja, voelde dat? Ja, ja waardeloos voelde je eigenlijk dan, maar dat is niet, maar wat ik nooit heb gehad wel, ik ben niet afgunstig. Dat denk ik niet. Ik kan wel jaloersen. Ja. Ik kan naar iemand kijken en denken, wauw, man, dat is keigraaf. Ik wou dat ik dat ook kon, of ik wil dat ook kunnen, of ja. ik wil dat ook hebben, wat die heeft. Maar dan misgun ik die dan niet. Dat heb ik nooit. Dus Sorry, ik ben... je kan geen dwerg worden. Ja, dat een godverdomme smeerlap. <laughs> maar uh, jawel, die bieren eraf zagen zo, 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 zo <laughs> extreem vaargon, om toch weer dat, te bewijzen dat dat wel kan. En dan moet ik ook zo net iets klender zijn dan, ga. <laughs> de grootste kleine komiek van de wereld. Maar um, nee, maar dat, dat gaat meer bij mij over. Um, dat is meer een strijd dat ik met mijn nagen voer merk ik wel dan met andere mensen. Ik ben ah, ja. heel erg in competitie met mijn nagen. niet zozeer met iemand anders, omdat ik altijd denk: zolang dat jij de beste show mocht dat jij kunt maken, je niemand die te verwijten. Stel dat er na iemand gewoon beter is ja, Honk ik er wel pas op mijn nego, gaat het er heel moeilijk mee. Maar dat Gonk ik wel eerlijk in. Zijn dat er ooit een komie komt die letterlijk tien kilometer boven mij uitschiet, dan. Dan is dan geen schrik voor den dag. Allee, ik bedoel, dat is met mij alles respect, maar er gewoon een dag komen dat je niet meer de populairste, waarschijnlijk zeg Misschien zeg ik zijn. dat nu al niet meer, want, uh, want ik denk dat de Filip bekender is bij meer mensen dan dat ik zijn. Dat denk ik wel. Allee, ik weet het niet, dat, is, dat gaat heel gelijk op Ja, denk dat Die is bijvoorbeeld in Nederland veel populairder. Ja. Hè? Ja, okay, waar ook al iets is, waar. is de Wim Helzen trouwens ook. Dus daar denk ik eigenlijk belangen niet zo populair als ik hier ben. En daar kan ik het soms ook moeilijk mee hebben, als, als met mijn ego. Ja. Maar dat is niet omdat ik dat dan erg vind... Ik vind dat dan niet vreselijk van de Filip of van de Wim. Ja, nee, ik vind dat ja. keigoed voor die gasten. Ja. Maar dan denk ik, oh dat wil ik ook. Maar... Dat moet ook eerlijkheid gebieden. Um, die gasten hebben daar ook veel harder aan gewerkt in Nederland. Die treden er ook veel meer op, die doen... En, en het ding dat die maken, slaagt ook meer aan bij Nederlanders. Omdat dat meer aanleunt bij wat Nederlanders vinden dat Belgen zijn. Ja. Terwijl ja, ja, mijn, mijn humor is meer Amerikaans, eigenlijk. Hè, vertaald naar Nederlands, omdat dat... En, en ik ben... Ja, als je gewoon... Het soort humor dat ik doe, zou ze eerder verwachten van een andere Nederlander. Dus dat vinden ze moeilijker om dat van een Belg Ja, je strookt niet meer in beeld ik, van ik de Ik kan mijn eigen duizend en één dingen, dingen wijsmaken dat dat daarom ligt. Maar aan de andere kant, misschien vinden die mij gewoon minder leuk. Punt. En is het zo, hè. Je dus zegt gewoon slechter. Leg u <laughs> er bij Leg Legt er bij <laughs> maar, uh, maar, dat is gewoon dat. Maar ik ben, nee, ik, ik ben wel heel competitief. Ik wil ook wel. Ik, toen ik begon aan comedy, wou ik ook wel de nummer zijn. Ja. Ik wou daar wel echt zijn. En ik keek ook naar andere mensen en ik had ook echt die houding van ik ben beter dan dat ze. Maar dat had ik bijvoorbeeld niet met de Wim. Niet met Wim Helzen. Toen ik die heb ja. bezig zijn dacht ik. Oh, maar die is heel goed en niet helemaal anders, maar dat is wel even funny en dat is ja. wel even graaf. En dan heb je nog zo'n aantal mensen ja, ja, in België. Ik, ja. En nu heb je er veel eigenlijk, vind ik. Want ik vind, als ik kijk naar, als ik kom zien naar u, of ik kom zien naar een Bart of naar de Xander, of dat is allemaal, de Nadriaan de van den Hoofd, dat is allemaal kwalitatief heel hoog. Ze breekt allemaal zalen af, hè? dus hè, Jeroen Leenders, het ja. zijn allemaal mensen waar ik van denk. De Leenders is gewoon zijn nagenerigste vijand, hè, want die had eigenlijk al dat, dat had naar je kunnen zijn geweest die misschien nog groter was dan mij, maar die, ja, dat is zo'n contraire, rare, weirde gast dat die, ja. dan, dat die, die zijn persoonlijkheid. Werkt hem soms tegen. Hè? Dat zegt hij, zijn eigen is zijn grootste vaart. Hij kan ja. zo'n stokken in zijn eigen wielen steken, ja, heb ik ja. het gevoel. Dat is, en dat is een. En dat dus, ik vind die gewoon grappig. Die is heel funny. En die is, is ook een hele, een hele intelligente, ja. allee, zotte geest, vooral. Zo, de, de, maar, maar ja, de, iedereen heeft zo zijn ding. Ja. Weet je? Ja, ik bedoel, ja, ik, heb, schoor, ik heb vroeger de Gunther Lamoot gezien dat ik die geniaal vond. Allee, dat hij dingen deed dat ik echt denk: holy fuck man, waar, waar zit die in een kop? Ja. Ik ben altijd een fan van mensen dat ik die bezig zijn op een podium, dat ik denk zo van, wauw man, die, de manier waarop dat die het denkt, dat zou ik nooit niet kunnen. Kun je kunt ook niet jaloers op zijn. Zo, comedy is ook zo uiteenlopend in, in wat dat daar kwalitatief goed is, dat je, dat, je, ja, dat, je niet ander, dat je niet kunt zeggen, ik ben de beste. Want op, op wat slaagt hij Wat zijn uw criteria dan? Dat vind ik er ook zo cool aan. Er is geen rangschikking, want het is nee. gewoon... Je doet allemaal iets tender. Ja, ja je, kunt alleen, je, kunt, je kunt alleen bezig zijn met... met dat kun je kunt eigenlijk alleen maar meten met hoeveel tickets verkoopt hem, of hoe populair is ja. hem, of hoeveel zalen verkoopt hem het. Maar dat is dan ook weer... Afhankelijk maar, van een tijdsperiode, inderdaad, soms het Inderdaad, want dat weten we ook allemaal niet. En, ja. en dus, dus het is allemaal nogal heel... Maar qua u ziet, vrouw, hij zegt het keivoos. Maar ga dat jij met comedy begonnen bent door mij te zien. Ja. Hoe was dat dat jij mij de eerste keer in het echt zag? Want ik herinner mij Dan niet meer. weten jij dat nog, wanneer dat was? Ik weet niet wanneer ik jij de allereerste keer in het echt heb gezien. Dat weet ik ook niet meer. Maar ik weet wel dat hij zo... Yo, ik wist wel zo Starstruck star of zo. De, ik anders. heb dat nooit aan nu gemerkt. Is dat dat zal ik zeggen. Nee, ik had dat nooit niet mee. Ja. Oef. Ja, Yo, ik had altijd. gewoon rustig in een hoekkam masturberen terwijl ik naar u keek. Okay, dat is ik alles. Hoe heb je jammer. dat niet dat... gemerkt Dat zie je, dat, je niet, hè? <laughs> <laughs> Fuck you. Ik <laughs> <laughs> vind het wel jammer dat je gestopt bent dagelijks, uh, William. Ja, elke keer dat je mijn ogen. Dan moet ik zo tegen mij zeggen. Wie zegt dat ik gestopt ben? Godverdomme. Nee, de eerste keer dat ik je gezien heb. Dat was sowieso in de Joker, denk ik. Mm -hmm. Maar ik weet wel dat je dat heel graag vond. dat je uh, op de première van mijn eerste shows die je ook kwam zien. En ik weet dat ik dat wel mega graag vond. Omdat je zat naast een van mijn beste maten. die gast die dan altijd uw DVD opzetten. Oh, okay. Daar zat hij naast. Oh. En die stuurde mij echt zo'n bericht. Wtf fuck is deze? Huh? <laughs> maar ik denk, ja, je kunt dat zo, wel je kunt die die je, ja, zien, ja, je weet ja, waar je ja, ja. gasten zitten. en Ik heb die hoe effectief naast je je zit ervoor dat ik zo iets ja, ja. ja. <laughs> heb. Vind ik wel grappig of zo maar ik, ja, dat was de eerste keer dat ik, ja zag, ja, het wel, nou, ik je ja, dat is wel. Daar zijn ik je komen zien? Idee. In geel was dat denk mm -hmm. ik. Dan had ik zo die een troon, hè, zo die een ja. Game of Thronesachtige. Ja, 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 dat is juist. En die al. Ja, Dat weet Dat was ook een goed moment. Ja, dat was, we ja, toch goed mee gaan lachen. Ja. Want jij wordt toen ook erbij. Hè? Was dat niet? Zijn wij dan niet ja. samen? Want we hebben nu altijd samen komen zien. Nu ja, ja. die resets en wij ook samen komen ja, zien. Ja. Vond je dat stress, nou, megalomaan, om reset? Want ik weet dat je toen nog in een redelijk stressige periode zat. Ik zit niet in de beste periode van mijn leven op dat moment. Want nee. uh, nee. ik, ik moet eerlijk zeggen, dat ik op zo'n moment zat. dat hij zo show me eigenlijk me niet meer kon schillen. Ja. Allee, ik, had iets, ik, had, uh, ik had ook een, een longontsteking die mm. avond zelf. Uh, want okay. ik heb hem smiddags nog op de spoed gelegen. Dat hij tegen mij zei: we mogen eigenlijk niet meer buiten laten. En mm -hmm. ik zei: wel dat moet, moet een show gaan spelen. Moet, ja. Ik ga die premieren. Die ja. zo, oké, okay, bon, gewoon vol cortisone geramd. En dan op dat podium, op de dag de zitten natuurlijk. Ja. Twee keer zover van was. Finaal naar de kloten. Ja, wel, maar ik, ik had wel zoiets van... Die show was voor mij ook een soort, een soort vuurbal die eruit kwam of zo. Van, dat ging helemaal niet goed in die try-outs. Ik had echt het gevoel van, het is... Uh, het is gepasseerd. Ja. Ik had ook het gevoel dat iedereen eigenlijk wel klaar stond om... Uh, ik lag met mijn, met mijn kop op het hakblok, had ik het gevoel. Ja, en ja als deze niet goed is, dan, dan is hem eraf. Dan is het ineens gedaan. Ja. 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 En dan, dan kwam dat wel goed in de En dat was wel weer zo'n opluchting. Dat is een beetje een, een leidraad door mijn leven. Is. Ik, heb, ik, dacht, straks, ik heb altijd moeten horen, dat kun je niet, dat kun je niet. Mijn ouders ook, als die mij naar de school stuurt, die wou altijd naar een gewone school ging, zegt: oh, die jongen stikt je weg. Hey. Mm -hmm. Lot die je niet eens naar een speciaal school, school gaan. Tie hey. <laughs> Time to a pole with ja. a chain. Ja, maar ja, het scheelt niet veel eigenlijk. He. Iedereen is zo van... Have people throw dirt at him in the streets. <laughs> <laughs> Filthy little door. Shame. 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 Ling, Ling Shame. Shame. <laughs> 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 en dat was ook zoiets van die tweede show. Eigenlijk weer zo, ik had het gevoel dat er wel mensen waren die er niet in geloofden. Allee, maar ik kom er niet op. Ik heb gehad in moeten horen oh, wat dat gaat doen. Je kunt dat vijf minuten doen. Meer ja. van de mensen die willen zien, oh, tien minuten en dan moeten we ermee stoppen, een kwartier. En dat liep altijd maar zo op. En dat was nu weer zo van oh, dat is mijn drijfveer ook een stuk. Ik mm -hmm. oh, denk dat ik dat niet kan. Ja. wel ik kon dat ja. wel kunnen. Ik, ja. wil, ik wil dat wel kunnen. Ja. Uh, dat gecombineerd met. Uh, een soort laagheid die er dan voor zorgt. dat je het wel zo efficiënt mogelijk probeert te doen. Ja, ik snap, het, ik snap dat. <laughs> nee, maar ik, ik, snap, snap ik ben dat. een uitsteller. Ja, maar ik vind dat ook. Ik moet, maar ik denk dat wij dat ook allemaal zijn. Ik, bedoel, ik, ik, ken, ik ken wel een aantal mensen. die, die, die echt een werkethiek hebben. die van mij. wordt, er, wordt erin geramd door, door mijn eigen gewoon deadlines te geven. Ik geef mijn eigen. Ja. zo van die dingen waar ik naartoe moet werken. waardoor dat je dat moet doen. Ja. En dan doe je dat ook. En dat ik dat dan toe vind ik dat ook je leuk. Want dan voel ik ook echt van: ja, dit is wat dat ga je moet doen, ja. deze is tof. En dan komt al die informatie binnen en je begint dat te verwerken. En hoe ja. meer dat er komt, hoe rapper dat dat komt. En dan gaat je in die stroomversnelling en dan komt die shoulder. Ja, ik heb, is... die, ik heb dat ook echt nodig. Tuurlijk, die, dat. die Tuurlijk, druk. Ja. En dan merk ik ook zo: dan kijk ik soms een, een half jaar voordat die premier niet is, heb nog niks. Hm. En ineens is dat dan zo'n soort blinde paniek en je bent van alles bij je in te gooien en dan blijkt er achteraf, oh, dat is eigenlijk wel, wel oké. Okay. Dat houdt steek. Ja. Ja. Jezus, ik zie hier leiden in dat ik niet wist dat ik je had verzonnen. Ja, ja of, dat, of dat, dat soms iemand zo naar een try-out komt kijken en zegt. Ah ja, hetgeen dat je daar doet, naar daar, dat is prachtig. En dan denk je dan oh, denkt: dat is waar, dat doe ik. Ja, maar... zo, dat je zo zelf door oh, ja, ja. ja, inderdaad. Ja, het was zeker de bedoeling. Maar ja, ja, eigenlijk de... denkt hij zelf van: holy fuck, daar had ik totaal nog niet bij stilgestaan. Er was kwam er een gast aan mij die zei, ah, ik vond je show fantastisch, en er zitten zo drie eikpunten in, en hij zei, je vertelt allemaal grappige dingen, en hij zei, er zitten drie punten in die bloedserieus zijn, en die zitten er pal op. En ik echt zo, welke zijn die drie? <laughs> <laughs> en je vraagt nog aan mij, dat klopt, dit zijn er drie, hè? en ik zo, ja... <laughs> Ik had zo, ga ja, zojuist zijn, zijn er de... eigenlijk zeven, domkop. Zowel walgelijk doen. zo. Jij hebt er maar drie gevonden. <laughs> Amateur. <laughs> Easter Eggs by waarschijnlijk... Williams Show. <laughs> Je gaat waarschijnlijk nooit naar het theater. Nee, inderdaad. Okay. <laughs> er, heeft, er heeft iemand ooit uh, gezegd, uh, dat vond ik heel fantastisch. Die had ooit een, een hele kwaaie uh, reactie gepost op, op een show dat ik, ik gespeeld had. En dat was het. Waar, ...waarlijk het slechtste theater dat ik ooit heb gezien. En ik had echt zoiets van... ...ik ga dat nemen als een compliment. Dat is, het is ook geen theater, dus nee, ik ben blij nee. dat je het slecht vond. Nee, dat, vond dat, dat is mooi. Want dan denk ik dat jij in de foute zaal zat, mijn goede vriend. Fantastisch. Het is dat Alex Agnew van het toneelhuis, of niet? Nee. Inderdaad. Sorry. Dat is de toekomst, dat is de toekomst. Dan, uh, dan gaan we dat... Oké, okay. wat wilde jij eigenlijk nog doen nu, als je jij, jij echt denkt, buiten de speedteam gaan eten? Nee, maar gewoon, ah. als je echt zegt van, hey, reset, jij, jij zit nu in je tweede seizoen? Ja, dat tweede jij dan seizoen is juist, juist gedaan. Dus. Wat wat zijn er nog allemaal van plan? Wat wilden we nog allemaal doen? Uh, ik, ik wil eigenlijk een nieuwe show maken, dat wil ik nog wel mm -hmm. doen. En, ik heb een beetje het gevoel, ik, die eerste show dat is zo'n beetje wat. Dat is wat het gevoel dat ik gevoel heb, dat is wat veel mensen wouden of zo dat ik deed. Ze ja. hebben er altijd redelijk wat tweede op, dat ging over mijn leven en dat is een tweede stuk. En die tweede show is al veel meer wie dat ik ben. Ja. Snap je? Die, die ja. voelden ook voor mij, ik ben die nog niet beu om te spelen. In ja, ja, die vorige ja, 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 ja. show was ik eigenlijk al beu al vijf keer het kicksuite van mannen. Daar zaten altijd te veel dingen zien die daar niet allemaal mij waren. En, ja. en met een deze heb je dat veel minder. Um, dus ik, 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 wil, ik wil eigenlijk nog wel een, een derde show zeker maken. Mm -hmm. Maar ik, ik wil daar ook wel weer iets, iets in veranderen. Iets, ik weet nog niet waar. Maar ja. er moet iets weer anders gaan. Want ik heb heel veel schrik voor zo dezelfde shows te beginnen produceren. Snap je? Ik bedoel, ja. zo dat je zo denkt van. Als je die nu allemaal achter elkaar ziet, dan zie je gewoon dat dat hetzelfde is. Ja, ik snap exact wat je wilt zeggen. Dat is ook de reden waarom ik destijds in 2013 even gestopt ben. Hè? Ja. Omdat ik al non-stop... Jarenlang Hoorst dat dat toen was hè? en op den duur reden dus ze weet van: joh, maar over wat gaat nog babbelen? Je hebt het allemaal al gezegd en je maakt niks niet meer mee, want je gaat alleen maar van theater naar theater. Ja. En voor de rest doe ga je ook niks niet meer. Behalve ja, is... dingen in de krant lezen en daar dan boos over worden, maar dan denk ik: ja, maar dat is ook maar. Dat, dat, dat Mokt nog eens iets mee, leeft nog eens. Ga ja. nog eens ergens naartoe, zie nog eens waar dat er leeft onder mensen. En dat je dan voelt dat je u ergens. Weer druk in begint te maken ja. of ergens iets funny vindt of erover begint na te denken, ja, dan, dan komen er nieuwe dingen. Hè. Ik, dus ik, ik hoop gewoon ook dat ik er nog beter in antwoorden ben, omdat ik... als ik mijn eerste show gemaakt heb, was dat dan 2013, 2014 of zo, mm -hmm. dan was ik. Hoe oud was ik, Andries? Sorry, man, als ik was uh, even Facebook kon checken. De... Uh, 2013, 14 En ja, daar aan het, het kijken naar is. porno. <laughs> nee, ik zat op die zwartekat.nl-site. Oh god. Ah, okay. Ach, mijn vrienden van zwartekat.nl. Zwarte uh, dat is ook zo'n... Dat is ook Nederlands Nederlands, man. Ik word daar zat van. Oh, is dat, is dat, is dat niet goed? Ja, dat is, dat is de, de, de belangrijkste cabaret-site van Nederland. Hè. Ik vind dat nog wel een lieve gast. Wie, wie bedoelde jij? Richard? Richard. Richard, of... Richard. Richard? Nou, ik heb met Richard een redelijke aanvaring gehad is het uh, in het begin van mijn carrière. Okay. Die had mij beticht van plagiaat. En ik ben daar toen heel boos op geworden. Ah, en dan, is... uh, dan heeft hij toch zoiets geschreven... Ik had zo'n stuk over de tram missen. Bleek dat er ja, een, dat heb ik, een, ik gezien. bleek dat er een Schotse comedian was, Jeff Boyce, die zoiets had dat er nogal op leek. Eh? Wat ook waar is. Eh? Want ik heb, die, ik heb die zelf ontmoet en ik heb er ook eens mee gespeeld in Rotterdam toen. Maar dat was letterlijk ja, dat was puur toeval. Gewoon, gelijk dat dat soms gebeurt. Hè. Geloof me, er is niks wat dat jij of ik of een wie zegt dat niet bestaat. Nee, of dat niet Iedereen iemand heeft al is gezegd. Heeft. En dat is iets wat heel veel um, critici en dat soort mensen niet snappen. Dat is, ja, je bent niet zo origineel als dat je denkt dat je zegt. Bestaat. bestaan. wel gedachten die dat je die heb iemand anders al is gehad. En ik weet nog dat ik dat tegen hem vertelde, tegen Jeff Beuys. Ik zeg ja. Ik heb een stuk dat enorm hard op dat van Ik zeg dat is heel raar, maar dat is ja. wel zo. En die is zo: Well, it's missing a tram, it's not rocket science, is it? En ik had zoiets ja. van: Ja, dat is eigenlijk waar. Hè? Die is zo: van, if, you, if you have a brain and you observe things, you notice the same things. Ja. En, en ik heb er ook een avond mee rondgangen, samen met Jasmin toen, uh, lang, lang gelezen. In Rotterdam. En dat was na tien minuten ook al duidelijk dat wij, zo een, dat wij een enorm soortgelijk gevoel voor humor hadden. Ja. Wij waren ook fan van al dezelfde films. Je kende, je kende ook alle dialogen van buiten van films. Dat was ook zo'n gast. Zo'n zo gast dat je direct weet ga ja, wordt na maat van mij geweest. Ja. Als wij vroeger in de klas gezeten hadden, hadden wij een hele dag gehangen. Want ook heel veel van mijn humor op het podium in het begin... Als je een aantal van mijn beste vrienden hebt gekend uit die tijd, dan hadden ze het gehad van... Ja, daar hoor ik de en ook in. Ja, ja, want dat ja, ja, is ja, gewoon maar... hoe dat je babbelt met elkaar. Je, je, dat is, dus je, je zei altijd zo. Een... Maar dan weet ik nog dat je nooit naar mij kwam. Ik denk dat het wel intussen al beter is met mij en Richard. Hè, want hij had al wat positieve dingen over mij geschreven, ook sindsdien. Maar dat hij um, naar mij kwam, uh, nadat hij heel die hitsen was begonnen daarover, op Zwarte Kat en dan stonden dat was in Enschede op een of ander comedyfestival, en dan kwam die zo erbij staan en uh, jo, we stonden omringd met andere comedians en ik denk dat dat het hardste heeft gepikt bij hem, dat hij toen zei van ja ja hey Alex, ik ben Richard. ik zeg oh ja, ik weet wie je gaat zijn en die net zijn hand uitsteekt, ik zeg Ga me niet doen hè, ja, en dat was, dat was heel <laughs> vervelend, maar ik ben ik, ik haat dat, zo weet, ik heb ze weet dat je mij ligt af te zaken, ja dat op moet internet. niet Don't be nice to my face. Zit yeah, yeah, so, dan graaf so. genoeg om ook in mijn gezicht een lul te zijn. Yeah. Maar dat je dat niet durft, dan moet je dat ook online niet doen. Dat was hetgeen dat mij daar heel hard mee... Maar sindsdien is dat wel zo wat gekalmeerd en is dat allemaal wel. Wat... Maar dat is, uh, mijn, mijn relatie met zwarte kat zal nooit de mooiste aller tijden zijn, denk ik. Oké, okay. ja, dat snap ik. Maar, uh, ja. maar onder de andere kant, eh, ik bedoel, als je er geen problemen mee hebt, ik kan me voorstellen dat die cool is. Dat valt allemaal mee. Maar maar... Ik ken je ook niet supergoed, maar ik heb je ik ook pak. Ik ook niet, maar ik, ik had er gewoon in het verleden een paar uh, niet zo leuke aanvaringen mee. En dan was ik het eigenlijk... Ja, ik... Dan, 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 dan is dat op bij mij. Ja, dan denk ik, dat snap ik. Wel. het dat allemaal maar zitten. Maar als je nu, als, je, als, je, als, je, als, je, als je zegt, want ik weet niet hoe ver hoe ver kijkt je vooruit. Zijn er dingen dat je echt zegt dat je buiten comedy nog wil doen? Zo dingen dat je echt denkt van bucket list gewaas, wil ik deze of dat nog zien? Of... ik zou wel eens willen meespelen in een Hollywood film. Oké. Okay, ja. Dat wil ik. ooit ja? gedaan hebben. Ja. Dat, is, ik weet, dat klinkt dat is heel... is niet onambitieus, dat is wel Het nee, is heel ik, ambitieus. Ik, ik, hou, ik hou van de zotheid van gewoon te zeggen... Ook een Hollywoodfilm, Niet, oh. Nog niet zeggen van ja, de nieuwe Erik van Looy of zo. Nee, nee. Gewoon direct die stappen overslagen en nee, boom. Hollywood. Gewoon Ja, okay. nee, ik denk... Allee... Hé hey man, power to you. Ik hoop dat je het doet. En wat zouden je we... willen? Ga naar een ideale rol zijn? Je zou zeggen, ik wil dat ze dat voor mij maken. Wat zou dat dan zijn? Uh, naast Tyrion Lannister van Game of Thrones. Ja. Um, hmm. Ik zou het niet weten. Wat... Rocket Raccoon. <laughs> Dat zat weer met de dingen. Ja. <laughs> ja, nee, of gewoon zo. Ja. Misschien zelfs een, een, een film rond mijn leven of zo. Misschien zelfs. Clean right, cool. Mega. Right. Hollywood? Well, sorry. Ik wou zo zeggen, ik ben nog next level gegaan qua. Zeg het? Ik salute your ambition, young man. Je hebt groot gelijk, je hebt groot gelijk. Hebt groot gelijk. Zeker, absoluut. Uh, Ridley Scott. Uh... Dat is een van mijn favoriete regio's. Je zou dan de film over uw leven in Hollywood ja. moeten maken. Gecombineerd met Alien. Mm -hmm. In een world where comedy was big, you <laughs> one small man. Ja, nee, maar gewoon zo... Weet je wat ik... Dat klinkt nou, echt die foos overkomen, zo'n stuk. Maar Eddie Murphy was in een tijd de eerste zwarte man die een rol heeft ge, gekregen, die voor een blanke man geschreven werd. Ja, 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 ja. En we zijn nu echt zot veel bezig met integratie en gelijkheid en genderneutraliteit mm -hmm. en weet ik wat allemaal. Maar er is eigenlijk nog niks rond mensen met een beperking of zo, snapte? Nobody yeah. gives a shit. Yeah. Je ziet er geen op tv. Nee. Je ziet er gewoon niet. Nee. Ja, dat ik, is eigenlijk waar. Dat is eigenlijk al... waar wat je zegt. Ja, absoluut. En ik vind dat, daarin heb ik van, ja, misschien yeah. is het de moment om, om, te gaan. Misschien is het de moment om waarom zou ik bepaalde dingen niet kunnen, snapte? Ja. Yeah. Ik, ik, ik heb dat al gehoord van. van, van, van bij soms van ja maar als je een politie rechercheur laten spelen of weet ik wat is toch niet geloofwaardig of een advocaat is toch niet geloofwaardig. Ja want dat je klein zit geen hersenen. Ah wel ja ik ja. heb die gericht gestudeerd. als ik daar verder gegaan was ik had misschien advocaat geworden mm -hmm. had dat dan ook niet geloofwaardig geweest of wat? Maar er zit, een, zit nu op een plekje. Alleen dat jij de zaak binnenwandelde shit. en iedereen. Om, <laughs> ga gewoon werken. Hi, ho. <laughs> zo knap, Saks. Ja, zo. Allee, ik ga, met een toga in. <laughs> ja, maar nee, dat is zo. Daar, zijn ze tot, daar is totaal niemand mee bezig. Dat is eigenlijk keihard waar we dat gezicht. Ja, ik bedoel nu ook, de Oscars. Ja. Oh, er worden films genomineerd. Met, met, omdat er zoveel zwarte acteurs in meedoen en weet je wat. Vinaam bangelijk, hè? maar dan denk ik: Je, je zit er nog niet, ze, We ja. zijn nog niet qua neutraliteit. Dat is er niet, integratie. No mm -hmm. way. Als je ziet, allee, als je statistisch zelfs maar kijkt naar, naar het gemiddelde beeld op straat. Loopt hier eens vijf keer door de straat hoeveel mensen dat je dan tegenkomt? Dat mm -hmm. zijn er mm honderd. -hmm. Hoeveel daarvan hebben een beperking? Dat, dat zal niet, dat zal dat zijn 1% misschien, als je je chance Ja. Maar er zijn er wel veel meer. Hè. Waar zijn die? Ja, die zitten binnen, die kunnen niet eens buiten. Ja. Snap je? Dat is mijn situatie. Als ik niet. Allee, hier ook, hè. ik heb me hier wat verder moeten parkeren. Ik raak ik niet te voet tot hier. God moet mij komen halen met de rolstoel. Mm -hmm. Dat is gewoon. Mijn vrijheid is niet heel. Hè. Ja. Iedereen is bezig met het stadscentrum autovrij te maken. Ja, doe maar. Dan zit ik helemaal gevangen. Ja. We zijn er nog niet, zeg. nog nee. lang niet. En, en op dat vlak is er, er is geen gewaarwording rond. Er is niemand die daarmee bezig is. Dat is gewoon ja, vanzelfsprekend genomen. Dat lijkt me wel iets kool om iets mee te doen, man. Sowieso al. Allee, gewoon puur dat jij dat al zegt. Want ik vind dat ook zoiets. Ja, je, je, je moet hebben nou tot je schaamte toegeven dat je daar echt niet bij stilstaat. Ah, wel, dat is, en ik zeg niet ja, dat nee. dat slechte wil is. Nee, nee, gewoon... nee, helemaal niet. Maar dat is gewoon ook zo. Dat, dat Ignorance waar... Je stot ook, ook alleen maar stil bij wat dat de media door je strot ruimt. Ja. Dus vandaag de dag zijn we allemaal bezig met gender. En zijn we allemaal bezig met, 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 met Black Lives Matter. En hashtag MeToo ja. en, en al die dat, dat genderneutrale voornaamwoorden en al ja. dat soort dingen. En dan denkt hij inderdaad: zo, ja, waar, is, uh, waar is die hoofdrol van die gast die je daar morie en een arm mee heeft? Ja. We hebben zo'n ene, ene film ooit gehad, hè, Le 8e Jour, en dan ja, was dat voilà. zo: oh, tof, een met Down syndroom die je kan acteren. Ja. Er zijn er waarschijnlijk vuile meer. Natuurlijk, ja, er moet er zijn. En dat zijn, ja, zijn zo van die dingen. Ja, ik weet dat niet. Misschien is dat nog altijd iets waar, waar, waar mensen niet mee willen geconfronteerd worden. Die willen nog altijd zoiets hebben zeg maar, van. Ja, ja dat daarna niet. Ah, wel, zo. Ja, dat, is toch, dat is toch brut. Ik weet dat ja. er in, in Nederland een presentatrice is geweest. op de Nederlandse kinderzender. En ja. die, die had een beperking. Een, een met, ja. Ja, ja, dat weet ik nog. Ze ja, hebben, ja. Mensen hebben daarvoor nog maild hè? Ja. Ja, mijn kinderen krijgen de nachtmerries fan. Ja. Dat was een ja. heel schone masker, nog dat. Ja, ja, heel funny. Ja. ja dat is... toch... Waar zit Allee, ik, ik las over ja, dat is dan, dan, dan zoiets dat ik denk als mensen zoiets schrijven, hè, dan denk ik altijd... zouden jij dat woord eens willen vervangen door die haar huidskleur of zo? Ja. Ja, wel zo, ja. Hè, ja. Mijn kinderen ja. krijgen nachtmerries van die zwarte presentator <laughs> op sportweekend. Dan zit de, de aardigste, vreselijkste mens op de planeet. Maar ja. nou, klaarblijkelijk, als je dat over iemand met een beperking zegt, dan, dan nee. vindt iedereen dat perfect acceptabel. Dat kan. Want, ja, want daar hebben we, to ja. we toch wel moeilijk mee. Ja. Zo, dus... En, uh, heb je, je nooit een idee dat je daar misschien eens een, een, een programma over maakt? Of dat je daar eens iets over doet? Ja, ik wil, ik wil er graag iets over doen, maar... Jij moet eigenlijk de eerste superheldenfilm me in de hoofdrol, dat vind ik. Dat zou ik. wel grafisch. zijn. Dat moet niet je levensverhaal zijn, dat moet letterlijk zijn. Dat gaan de superheroes Dat zou ik wel heel graag vinden. Ja, maar, ja, maar X-Men vind ik daarvoor bijvoorbeeld een mangelijk voorbeeld van. Ja. Uh, ik, heb, ik heb die, uh, die uh, acteur mogen interview die hij, uh, Xavier speelt. Patrick Stewart? Ja, nee, oh, James McAvoy. James McEvoy. Ah, kijk, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En je komt daartoe, En uh, dat is dan in zo'n hotel in Londen. En vooraan worden gebriefd. Ja, oh, je hebt vijf minuten. Eh, als je nog twee minuten hebt, dan zit er iemand naast die doet zo'n teken met zijn vinger. Ja, 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 ik heb dat ook eens gedaan. Ja. En ik ben met die mensen aan het babbelen. En je voelt dan, ik kom binnen en die heb al direct zoiets van... Dat had ik niet verwacht. Ja. Dat is eigenlijk niet verwacht. Je ziet, oké, okay, bon, ik kan zitten, met de babbel, wat is zijn bon, bon, vragen? En een van de vragen die ik stel is, ja, ik zeg, uh, wat vind jij er eigenlijk van? Ik bedoel, jij speelt een gast in een rolstoel die een superheld is. Mm -hmm. Zeg, stel dat jij er eigenlijk bij stil wat dat kan betekenen voor sommige mensen. Mm -hmm. Zeg, dat, dat bestaat niet, hè. Dat, ja. Dus, daar, je, je, de, een stuk van... Um, Noemt hij weer een Australische comedian met één been, um... Adam Hill? Ah, ja. Die neemt ja. een stuk dat hem ziet van ah, beperking, handicap, en zei, dat klinkt super negatief. Ja. En zei, terwijl mutant, dat ja. klinkt veel positiever. Dan denken ze, je het kunt doen van, oh hij hey, moet één been, maar misschien komen er vlammen uit zijn rug. Ja. Wow. <laughs> ja. ja. Dat is gewoon een andere visie erop. Ja. Ik zie, ja, dat soort zaken, dat creëert een soort, je, je, je verandert een beeld. Ja. En op dat moment moet je gast zo met zijn vinger te draaien, en die gewoon niet zo: Ga, ja, stop maar met je vinger, ik kan hier nog mee babbelen. En in één nog tien minuten dat is cool, over gebabbeld. Ja. En net ja. vindt van: Oh, er zat een scène in ja. dat ik op een bed moest gaan zitten en ze wouden dat eruit knippen. Omdat ze van: oh, Je verliest veel tijd met de tonen dat hij zijn eigen eruit moet heffen en in dat bed moet gaan zitten. En die zo: Nee, nee, dat moet erin. Ja. Omdat dat is gewoon zo belangrijk voor te laten zien: van, oh, dat, dat zijn struggles. Ja. Dat zijn, dat is gewoon zo, en, ja. en dat maakt je menselijk. Ja. En tegelijk toont dat van, hey, het is niet altijd even gemakkelijk. En voor mij is dat heel dat je doet van, oh, het is moeilijk en blablabla, bla, bla, dat hoeft helemaal niet, wij trekken onze plan wel, maar we stotteren gewoon een klein beetje bij stil, snap ja. Als je Antwerpen Centrum autovrij maakt, er even bij stil, dat er plekken zijn waar ik niet meer kan komen. Ja. Als ik naar de suiker aan moet, ik zou niet weten hoe ik er moet geraken. Ja. Ik ga ja, niet met een tram of met de bus, daar raak ik niet op. Raak ik raak niet op het station gewendeld. En met mijn auto raak ik niet dichtbij in de buurt om er, om er te kunnen naartoe wandelen. Dat is gewoon off-limits geworden. Ja, dat ja, is echt het beste argument voor al dat autovrijge zaak tegen te gaan. Dat, dat is echt. Ja. Ik <laughs> William Boeva, if you ever decide to go into politics, you have my vote, young man. You have my vote. <laughs> William, merci dat je hier wordt. Dat is mega plezier. cool, man. En uh, we gaan nog eens een keer uh, hier wel samen zitten. En dan gaan we gewoon niet eten of zo. Dan gaan we hier gewoon zitten en eten voor een uur. En babbelen over Fuck hoe lekker yeah. dat, dat is. is goed. Dat lijkt me kalus. Uh. Jo, ik zal kans maken. Kul, ah, wel, ja. Culinaire podcast. Dat is al wel is uh, een. Kijk, uh, goed idee. Ja, voilà. Dat zal, uh, dan, dan combineren we verschillende dingen. En wie weet, uh, breken we andere markten open. En of zo van die andere walgelijke fucking marketingklap. Goed, uh, zoals gewoonlijk, uh, mijn compaan en uh, brother from another mother, Andries Bekkers, uh, William Boeva. dit was Welcome to the AA. Dankjewel en tot de volgende keer, Biatjes. The first step on the road to recovery is admitting really you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -oh. ik zit hier uh aan je gezond. Als het ergens over -oh. moet gaan, in the Not the Not the of the... Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.